Goedenavond, dames en heren. We gaan beginnen. Voor wie mij nog niet kent, mijn naam is Henriette Sanders. Ik ben programmamaker bij Kast. En welkom vanavond op deze tweede avond over Smart Cities. De eerste avond over Smart Cities vond plaats nog voor de zomer, 1 juni. En toen konden we horen dat de beloftes van de slimme stad hoog gespannen zijn. De stad gaat duurzamer worden, schoner en efficiënter. En nieuwe technologie gaat de stad ook leefbaarder maken. Het worden prettige steden. En in onze vorige bijeenkomst hebben we kennis kunnen nemen van een aantal concrete projecten. En om uw geheugen even op te frissen, hebben we een korte samenvatting van die bijeenkomst gemaakt. Welkom, mijn naam is Henriette Sanders. Ik ben programmamaker bij Kast. En vanavond gaan we praten over smart cities. Ja, de wereld om ons heen verandert echt razendsnel. Iedereen merkt dat dagelijks in zijn eigen leven waarschijnlijk. Ik laat heel vaak dit plaatje zien. Dat is kinderen van 4 jaar die tablets lopen. In dit geval een aantal iPads. Deze kinderen verwachten dus ook een aantal dingen gewoon van hun leefomgeving, van hun stad. Daar zijn we nog allemaal nog niet klaar voor. Dat zijn we nu aan het ontwikkelen. Dat doen wij met z'n allen. Je kunt er voor of tegen zijn. Je kunt er heel erg tegen zijn, maar het gebeurt. Dus je moet je gewoon realiseren dat dit steeds meer een realiteit is. Wat zijn dan de mooie voorbeelden hiervan? 2 jaar geleden was het supermodern. Dit is een plaatje van Amsterdam. Als je hier naar de site gaat, dan zie je echt de trams lopen en de bussen. Real time, dus hoe het op dit moment is. 2 jaar geleden supermodern, nu zit het gewoon in de app van het GVB. Wat is nou de kern eigenlijk, in mijn optiek van smart cities, is dat inderdaad die sensoren er zijn die via het internet data verstrekken. En dat is natuurlijk fantastisch. Je kunt er ook een negatieve kant aan zien. Maar als je het goed gaat gebruiken, dan kun je het vooral doen om die leefomgeving waarin we leven te verbeteren. En je kunt misschien zelfs ook wat bewuster worden van je gedrag. Zou je ook iets kunnen zeggen over de keerzijde van technologie? Dat is namelijk ook de schending van privacy en de angst die het juist oproept bij vele burgers. Zo gauw iets op het internet staat, is het niet meer privé. Laten we daar helder in zijn. Het gaat per seconde geloof ik 8 keer de wereld rond. En het komt op allerlei servers te staan. Ik denk dat we een hele nieuwe definitie moeten gaan maken over wat is privacy eigenlijk. En wat doe ik eigenlijk ook op het internet. Of in ieder geval wat doe ik. Wat ook dus online komt te staan. De technologie wordt goedkoper. De problemen worden groter. Er worden steeds mensen willen in Tilburg of in steden gaan wonen. Hoe ga je dat doen? Hoe ga je dat nou organiseren? Hoe ga je de problemen die eraan gaan komen, hoe ga je die het hoofd bieden? Dat kan niet meer op dezelfde manier. Er komen steeds meer auto's, noem allemaal dat soort dingen maar op. En dus ik denk, als je met data gaat werken, en een digitale technologie, dan kun je heel gericht, heel efficiënt, kun je dingen gaan doen. Terwijl het wordt nu veel meer gedaan over de hele stad. Ja. Ja. Een leuk voorbeeld vind ik het. Nee, vertel. Ja, okay. Ja, leuk voorbeeld. Een ja. Van de waar ik bijvoorbeeld op zoek zijn, dat als je nu kijkt naar het strooien, als het glad is, dan zo'n 19% van het zout verdwijnt sowieso op plekken waar het niet thuis wordt. Dat is heel slecht voor het milieu en zo. Maar wat zou je nou kunnen doen als je het zoutgehalte van de weg kunt meten, je kunt alle sensoren van auto's eruit halen en alleen maar exact daar strooien waar het echt nodig is? Ja. Ja, dat is volgens mij een hele leuke toepassing. Ja. Nou, zo zijn er volgens mij legio dingen te bedenken, waardoor je, dat werd erachter gevraagd, in de openbare ruimte om die efficiënter te gaan beheren. Ik vind het heel interessant als 3 velden bij elkaar komen. Dus technologie, maar dat het ook iets doet met de economische kant, nieuwe economie, maar ook duurzaamheid. Dus ik probeer, als het in het midden samenkomt, dat scoort voor mij altijd heel hoog. Wat kan nieuwe technologie nou voor dat gebied betekenen? Waar we naar gekeken hebben in 2013, is dat vastgesteld door ons college, is van wij moeten op het staamzend gaan innoveren op allerlei gebieden. Om het economische en sociaal functioneren van die straat weer goed in beeld te krijgen. Ja. En daar zijn een aantal initiatieven voor uitgeschreven. Onder andere kijken of we de sfeer op straat kunnen verbeteren. CQ-agressie kunnen voorkomen door openbare verlichting aan te passen. Met allerlei kleurmechanieken en dat soort zaken. En daarbij heb ik ingebracht van nou, als we dat gaan doen, dan moeten we ook een meetinstrument maken. Om in al die komende jaren te kunnen zien of die technologie ook echt werkt. Ik ga even naar uw buurman, Jan Otte. U bent van DITS. En DITS is een organisatie die helpt bedrijven in veiligheid te innoveren. Wat hebben jullie onderzocht? Misschien kunnen we het even hebben over de fast lane en de anomaliedetectie. Ja.
Wat onze bedoeling is, ik ben zelf ook een ondernemer. En het is vaak heel moeilijk als je iets nieuws bedenkt om dat te bewijzen. En wat wij doen als dit is proberen een field lab in te richten, een living lab in te richten waar je je bewijs kunt maken. Zo hebben we Fastlane gedaan. En men was bang, op de kermis in 2014 was dat neergezet, dat op roze maandag alles vastliep. Wat moet je dan doen? Vooral met big data, waar Tine het over had, kun je patronen herkennen of iemand een man of een vrouw is, welke richting dat hij loopt, kunt mensen tellen. En daaruit kun je dus al van tevoren zien, het heet vanuit het Piersplein, het wordt druk daar bij de Paleisring, of vanuit het Koningsplein, het wordt druk daar bij de Paleisring. Dus daardoor konden we mensen tellen en konden we ook hostesses inzetten die mensen met kinderwagens, mensen met invalide wagens of mensen die een beetje vreemd keken omdat ze niet meer wisten wat ze doen, om die door die noodbaan, die aantrekkelijke noodbaan te leiden. Van wie is die data straks? Zijn jullie daar ook mee bezig in dat lab? Je moet je goed afvragen als steden en als overheden van hoe ga ik die structuur inrichten? En voordat je het weet, verkoop je je huid aan een club waarvan je niet weet hoe die er in de toekomst mee omgaat. Maar mijn vraag is eigenlijk, hoe gaat dat eigenlijk uiteindelijk gecombineerd worden en gecoördineerd worden? Al die verschillende toepassingen. Ik denk dat dat de samenspel is van, ja, ze noemen dat dan de triple helix of de quadruple helix. Ja. Dat is echt gewoon een samenspel van en de mensen die in de stad wonen, de bedrijven die een aantal dingen faciliteren, die ook kennis hebben die gewoon overheden niet hebben. Maar ook een partij als een overheid die het maatschappelijke belang een beetje in de gaten houdt. En ik vind dat misschien Tilburg wel een uitzondering, maar over het algemeen in Nederland nog te weinig door overheden dat daar aandacht voor is. Gratis wifi in de stad. Ik heb begrepen dat het een van de grootste gratis netwerken is. Het unieke in Tilburg is naast de omvang, is dat het in ons eigen beheer is. De gemeente heeft er dus in geïnvesteerd en heeft juist het overgedragen aan het ondernemersfonds. Dat betekent dat 630 ondernemers in de binnenstad daar eigenaar van zijn. En wij dus ook toegang hebben tot zowel de voorkant, dus wat krijgt de consument te zien als ze erop inloggen. En om het in een getal te noemen, dat zijn er toch 1500 per dag die daar gebruik van maken. Maar veel interessanter is de achterkant en dat is de data. Maar daar komen we denk ik wel uitgebreid op terug. Ja. Waarom is TNO zo geïnteresseerd? Nou, dat is een belangrijke reden, is dat het de data in ons eigen beheer zijn. Dat is juist de discussie die we net even op hebben geroepen, van geef je het uit handen aan de commerciële partij. En dat doen, nou ik zeg niet 90, maar ik denk toch wel 3/4 van de steden maken die keuze. Dat is vaak een goedkopere oplossing natuurlijk, want je maakt gebruik van de bestaande technologie. Dat is eigenlijk de gemeente heeft geïnvesteerd in de eigen technologie, waardoor je dus ook beschikt over je eigen data. En de combinatie van eigen netwerk plus de omvang ervan, was voor TNO reden om ons als pilot te kiezen, om te kijken wat we allemaal met die data kunnen. Het kunnen communiceren van patronen in druktebeelden, ja, dat zou bijvoorbeeld een dienst voor de ondernemer kunnen zijn in de binnenstad, om daar de personeelsbezetting op aan te passen. Dus uiteindelijk zijn het allemaal investeringen die de economie van de binnenstad moeten gaan versterken. Next Level Smart City, ik zou het mooi vinden als wij in Tilburg de eerste stad kunnen zijn met een eigen satelliet, bijvoorbeeld. Hier, dedicated, ja. Satelliet boven Tilburg, die er continu hangt en waarbij wij dus next level data kunnen uitwisselen. Namelijk over de hele stad, over de hele regio. Het is alleen al een interessant studieobject om het te doen. En het daagt echt de stad. Ik denk dat de stad het aan kan. Ik denk dat de stad komt met goede ideeën. Ik heb geen idee welke ideeën. Maar de mogelijkheden zijn eindeloos. Letterlijk, the sky is the limit. Ja. Wat ik zo hoor, complimenten, is dat het op die drie niveaus gaat gebeuren. Van, maar even zeggen, de lichtwal van de tunnel tot aan de satelliet zit dat er allemaal in. En daar, daar is het speelveld ook. Je moet juist ook 10 jaar naar voren kijken om morgen een aantal goede stappen te kunnen nemen. Dus, nou, misschien is de innovatie ook wel de samenwerking die we in Tilburg hebben. Het feit dat je als overheid de stap durft te zetten om een netwerk met die schat aan data aan ondernemers te geven. Ja. Ja, dat is ook wel een beetje ook de Tilburgse mentaliteit. De stad van verbindingen, social innovation wordt hier altijd geroepen. Ja. Sprekers, heel erg bedankt. Een fijne avond verder en tot de volgende keer. Hier gaan wij natuurlijk verder. Ik vond het belangrijk om dit nog even te laten zien, om weer even in het geheugen op te roepen welke concrete projecten er nou er zijn. En er kwam een keur aan verschillende projecten langs.
En het zijn geweldige, ambitieuze ideeën om het leven in de stad te verbeteren. Maar vanavond willen we ook gaan praten over wat gaat het nou echt voor burgers betekenen. Zijn mensen in een smart city automatisch smart citizens? En hoe gaat het dagelijks leven er dan uitzien? En op welke wijze gaat die nieuwe technologie de samenleving en ook de democratie eigenlijk beïnvloeden? En kunnen we alle consequenties van die nieuwe technologie eigenlijk wel goed overzien? Nou, daar gaat het vanavond over. En we hebben twee sprekers uitgenodigd, Laurens Zwiemert en Albert Meijer. Om even met Albert Meijer te beginnen. U bent hoogleraar bestuurskunde en doet onderzoek naar de datapolis en naar de datificatie van de stad. Dus u kijkt met een bestuurskundige blik naar die smart city. En u schreef onder andere dat de belofte van deze utopische stad een comfortabel en prettig leefklimaat voor burgers kan zijn. Slim bestuur en blije burgers. Maar ook de datapolis zou zich kunnen ontpoppen tot een schrikbeeld. Nou, dat gaan we horen. Als het goed is, gaat u ook een beeld schetsen van hoe die datapolis eigenlijk bestuurd gaat worden. En dan beginnen we deze avond met Laurens Zwiemert. En Laurens Zwiemert is kartrekker van het Smart Cities programma aan de TU Eindhoven. Alle technologie van Smart Cities proberen zij uit in Living Labs. Zoals dat Stratums Eind, waar u die Tinus Kantors over hoorde praten, er ook een van is. En in Helmond wordt volgend jaar, geloof ik, begonnen al met het ontwikkelen van een heel ambitieus en grootschalige Living Lab, namelijk de Smart Village. Een plek waar alle technologie van de Smart City integraal wordt uitgetest. Ik wil u graag het woord geven. Goedenavond, dank u wel. Ik denk in eerste plaats medeleden. Ik ben ook al een jaar of 10 lid van het Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg. Ik moet u bekennen dat ik de meeste van u waarschijnlijk voor het eerst zie. En dat is te wijten aan het feit dat ik zelf op zoveel andere plekken bezig ben dat ik soms de tijd niet vind om hierbij aanwezig te zijn. Dus ik realiseer me dat ik op een van de eerste keren dat ik hier ben direct ook uitgenodigd ben om iets te vertellen over de slimme stad. Daarbij is mij gevraagd om iets te vertellen over een initiatief in Helmond. Wij noemen dat op dit moment Brainport Smart District. Een gebied waar ik denk 1500, 2000 woningen uiteindelijk moeten komen. Waarbij we willen proberen om een behoorlijk gedeelte, laten we zeggen zo'n 1000 woningen, op een slimme manier in een gebied te ontwikkelen. En daarbij niet alle slimme technologie te introduceren, want dat zou een utopie zijn. Maar we willen proberen om daarin van de expertisegebieden waar we als universiteit in Eindhoven van menen veel verstand te hebben, dat we al die gebieden voor een goed deel in ieder geval laten meedoen in de ontwikkeling van het gebied in Helmond. Waarbij we ook nog kijken tussen de crosslinks tussen de verschillende gebieden die er zijn. De gebieden die wij als universiteit onderkennen zijn de gebieden mobiliteit, energie, gezondheid en data science. En niet in de laatste plaats, en dat maakt misschien ook straks een brugje naar de tweede spreker, hebben wij ook sinds een aantal maanden in het leven geroepen een Human Technology Interaction Center. Waarbij we proberen om niet alleen maar vanuit de technologie te redeneren, maar om ook de brug te maken naar de maatschappij. En dan zul je ook moeten kijken naar de alpha- en gamma-wetenschappen, omdat die heel belangrijk zijn bij het introduceren van een technologie en het aanvoelen van of de technologie zoals je hem ontwikkelt ook op de juiste manier geïntroduceerd kan worden op de markt. Ik laat u een aantal dingen zien. Ik had u heel graag laten zien hoe de slimme stad in Helmond in zijn werk gaat. Alleen dan denk ik dat wij 10 jaar verder zijn. Het jaar wat daar net genoemd werd, dat is een jaar waarin wij gaan proberen om een stuk van de ontwikkeling ter hand te nemen. En zoals dat heel vaak gaat bij projecten, gaat dat van grof naar fijn. En zijn wij op dit moment aan het inventariseren wat nou eigenlijk precies onze doelgroepen zijn. Hoe wij het onderzoeksprogramma op de verschillende onderwerpen die ik net noemde eigenlijk willen invullen. En hoe we dat met de stakeholders met elkaar willen gaan doen. Dus ik kan u een tipje van de sluier oplichten vanavond. Ik kan u allerminst het hele verhaal vertellen.
Dus voor degenen die hadden gehoopt dat ik hier alles zou kunnen vertellen over hoe het nou in de praktijk loopt en waar we allemaal tegenaan lopen, wat naar mijn idee ook de meest interessante vragen zijn, die moet ik u helaas voor een groot deel schuldig blijven. Dat betekent niet dat we naar aanleiding van de beide presentaties niet kunnen vooruitlopen op een klein blikje in de toekomst van hoe wij om willen gaan met de manier waarop we het verder ontwikkelen. Ik laat u een paar dingen van Eindhoven zien. Dat is niet om u te triggeren ten aanzien van de locatie in Tilburg waar wij nu staan. Dat doe ik omdat wij met de gemeente Eindhoven als universiteit eigenlijk vers zijn op het gebied van de samenwerking de samenwerking op de slimme stad of als we het wat breder trekken de Smart Society. Ik laat u even de transcriptie zien van de speech van ex-burgemeester Rob van Gijzelen, inmiddels opgevolgd door Jonge Jorritsma, zoals u alle waarschijnlijk bekend. Ik geef u daarbij even aan dat ook op het niveau van de burgemeester van Eindhoven is met name in zijn speech ingegaan op hoe ontwikkelt de stad zich. En als we dan kijken naar een wat langere periode, dan kunnen we eigenlijk zeggen dat 2 eeuwen geleden was eigenlijk de eeuw van het vormen van de nationale staten. De eeuw die daarop volgde, dus de vorige eeuw, hebben we het voor een groot gedeelte over supranationale instellingen. Wereldbank, NAVO, United Nations, allerlei andere supranationale instellingen. En zoals Rob van Gijzel dat ziet en wij dat toch voor een deel wel kunnen onderschrijven, ik zal u ook vertellen waarom, kunnen wij ons goed voorstellen dat Rob van Gijzel de stad, de grote stad en de ontwikkeling van de stad eigenlijk ziet als de opgave voor de huidige eeuw. De reden waarom wij ons daar grotendeels bij kunnen aansluiten is het feit dat je demografisch ziet dat in de periode van nu tot ongeveer 2035 eigenlijk de urbanisatie zo'n vlucht neemt dat je straks op dat moment zult zien dat ongeveer 75% van de mensen in een stad woont. En dat betekent dat je ook kunt gaan nadenken over wat betekent dat dan als je zoveel mensen in een verstedelijkt gebied neerzet. Wat doet dat met eigenlijk alles wat je in je omgeving tegenkomt en hoe kun je daarop anticiperen en op reageren? Wij hebben dat ter harte genomen. Als universiteit is ons doel om onderwijs te verzorgen en om onderzoek te doen op de gebieden waar wij faculteiten en expertisecentra hebben. Dat zijn er 9 in totaal. En als we het dan hebben over het onderwerp de slimme stad, hebben wij vanuit wat we in de maatschappij zien, en we is dan met name de leerstoelhouders en de mensen die vanuit de kernexpertise, eigenlijk de onderzoekers en het wetenschappelijk personeel, zich bezighouden dagelijks met het onderzoek op de verschillende deelgebieden. Voor Smart Cities mag duidelijk zijn dat dat de gebieden zijn die ik in het begin genoemd heb. Dat wil eigenlijk zeggen dat wij met elkaar tot een legitimatie zijn gekomen van wij zien dat de maatschappij zich ontwikkelt. Wij zien dat er in de stad allerlei technologie geïntroduceerd wordt waar wij als universiteit ook annex mee zijn. Laten wij nou proberen om naast de wat meer fundamentele wetenschappen waar wij sterk in zijn, ook op het gebied van de wat meer toegepaste wetenschappen. En Smart Cities is zo'n onderwerp waarbij je heel mooi ook in de buitenwereld, in living labs, proeftuinen zo u wilt, in projecten kunt uittesten wat je aan het doen bent en daar ook weer lering uittrekt voor de toekomst en ook voor andere gebieden. En dan heb ik het over repliceren. Als je iets interessants wilt introduceren, dan zul je dat op enig moment moeten gaan uittesten. En dat is nou net een van de dingen die wij binnen het Smart Cities Program van de TU heel graag willen doen. Dus wij proberen het stuk onderzoek wat wij doen, proberen wij wel voor een deel natuurlijk te doen vanuit de theorie. Maar met name voor het Smart Cities Program geldt dat wij het zekere tweede gedeelte alleen maar kunnen doen in de buitenwereld. En dan kom ik even terug op wat ik daar straks ook hoorde. De quadruple helix. Wij betrekken daar iedereen bij en niet in de laatste plaats de uiteindelijke gebruiker. Betekent dat we daar een stuk van hebben gemaakt. Ik ga dat stuk zeker niet voorlezen, maar ik laat het u even zien. Waarin wij legitimeren waarom wij op het gebied van de slimme stad en de slimme maatschappij met onze smart tech oplossingen denken een bijdrage te kunnen leveren. Waarbij wij heel goed inzien dat als je het hebt over technologie, dat dat maar ten dele een invulling is van een slimme stad. Want juist de brug naar de maatschappij, daar heb je niet alleen maar de technologie voor nodig, maar heb je ook de social sciences voor nodig. En dan kom ik bij Tilburg uit.
We hebben zeker als het gaat om de slimme wijk die we in Helmond nu net in ontwikkeling genomen hebben, hebben wij ook een samenwerking gezocht met de Universiteit van Tilburg om te zorgen dat we het hele palet aan mogelijkheden bij de ontwikkeling van deze stad, dat we dat niet alleen maar vanuit de technologie doen, maar vanuit de breedte. En dat, ja, dat heeft dan natuurlijk te maken met hoe ga je om met je marketing, hoe ga je om met het, het inbedden van nieuwe technologie, hoe ga je ervoor zorgen dat je die technologie aan de kant van de psychologie ook zeg maar aan de mensen kunt voorleggen. Wat doe je met de feedback die je krijgt? Dat zijn dingen waar, denk ik, de universiteit in Tilburg meer op geëquipeerd is dan wij als universiteit in Eindhoven. Daar waar wij weer veel meer echt puur in die beta-wetenschappen zitten. We hebben met Eindhoven, om te zorgen dat we niet alleen maar aan het praten zijn, hebben we met Eindhoven gezegd, nou, als wij dan in Eindhoven van alles willen doen en straks ook in de andere B5-steden, de andere Brabantsteden en dus ook in Tilburg, dan moeten we wel zorgen dat we, als we een beeld hebben van een slimme stad en we willen daar iets, en een gemeente heeft dat anderszins ook, dat je met elkaar moet kijken, hoe ga je nou komen tot projecten waar ook de maatschappij wat aan heeft. Nou, we hebben daar een methode voor bedacht. En die methode is eigenlijk dat we een convenant hebben gesloten. En dat convenant is nog heel breed. Daar staan helemaal geen hele duidelijke afspraken in. Eigenlijk alleen maar dat partijen de psychologische stap hebben gezet om met elkaar te willen samenwerken. Daarin is wel aangegeven op welke gebieden wij willen samenwerken. En de analogie die wij hier gekozen hebben, die zou in deze of in een andere vorm natuurlijk ook in andere steden, waaronder Tilburg, kunnen plaatsvinden. Met Helmond wordt hier op dit moment natuurlijk bijzonder gedeeld in het kader van het project waar ik hier eigenlijk voor sta. We hebben met de gemeente Eindhoven hebben we onderkend dat we een aantal roadmaps hebben. Een aantal onderwerpen waar we een bepaalde kant mee op willen de komende middellange tot lange periode. Om vanuit die roadmaps te kunnen kijken, wat zijn nou specifiek binnen die roadmaps de uitvoeringsprogramma's en de projecten waar we iets mee willen doen. En daar zeg ik graag ook bij dat het niet ons doel is om bij ieder project alles te integreren. Dat wat wij nu zeg maar als bijzondere opgave, en ik vind het zelf nogal een taaie opgave, en ik denk ook dat het nog een flinke kluis zal worden om in Helmond alles zodanig te doen dat we uiteindelijk onze handtekening eronder kunnen zetten dat we vinden dat die integraal slim is. Dat zal de toekomst uitwijzen, we zullen er alles aan doen. Maar dat is een opgave die wij nog niet eerder hebben beslecht, zal ik maar zeggen. Maar daarnaast zijn er ook heel veel projecten waar we op één van de technologieën iets willen doen, of op een combinatie van een paar technologieën. Het hoeft dus niet per se altijd de slimme stad geheel integraal te zijn. De roadmaps die ontwikkeld zijn in Eindhoven samen met de TU Eindhoven, dat zijn de volgende thema's als licht, energie, educatie, water en groen, gezondheid en als laatste mobiliteit. En de onderlinge samenhang, die wordt daar ook nog bij genoemd. Dat is natuurlijk heel belangrijk, omdat je natuurlijk niet alleen moet kijken naar één onderdeel. Kijk. Brainport Smart Village of Brainport Smart District. Het gebied waar het hier vanavond om gaat. Het is een... We hebben een paar maanden geleden hebben wij de B5-steden uitgenodigd om met ons in een tweedaagse te brainstormen over waar zou nou zo'n integrale slimme wijk kunnen komen. We hebben ook de alle B5-steden uitgenodigd om op basis van een aantal randvoorwaarden met ons te delen waar in de verschillende gemeentes deze wijk zou kunnen komen. En ja, Helmond had een propositie waarbij eigenlijk iedereen gedurende die twee dagen direct tot de conclusie kwam dat het eigenlijk daar moest gaan plaatsvinden. En dat had eigenlijk te maken met het feit dat zij Brandenvoort 1 inmiddels grotendeels ontwikkeld heeft. En Brandenvoort 2 eigenlijk ja, een ontwikkeling was die heel welkom was om dit predicaat erop te plakken om deze uitdaging aan te gaan. Met name omdat het een wijk is die qua formaat zou passen. Hij ligt gunstig. Het bestemmingsplan voorziet inmiddels al. Dus in principe konden wij ook op een hele goede manier van start. Daarbij zijn er heel veel andere gebieden in de andere B5-steden die in aanmerking komen. Maar dat waren grotendeels gebieden die dan te maken hebben met de renovatieopgave.
die overigens in de komende decennia veel groter is dan de nieuwbouw in Nederland in ieder geval. Dus daar kijken wij inmiddels ook naar. En we zijn dus met de steden ook in gesprek over waar op renovatiegebied ook slimme wijken of deelwijken zouden kunnen komen. Maar uiteindelijk hebben we gekozen om Brainport Smart Village als de slimme wijk voor de komende jaren vanuit de TU en andere stakeholders te gaan ontwikkelen. En dat vond Eindhoven dusdanig interessant dat het een co-productie gaat worden tussen de gemeente Helmond en Eindhoven als het gaat om de gemeentes. Nou, er is dus een boekje gemaakt door eigenlijk ook de gemeente Helmond, wat al aangeeft wat men wil. Dat is eigenlijk nog look and feel en hele hoofdzakelijke plaatjes. Integrale benadering, stad van Doen, Helmond, allerlei thema's die nog echt op hoofdlijnen zijn benoemd. Brandpunt van de slimste regio, nou, daar gaat het natuurlijk onder andere over de connectie met Eindhoven, maar ook de connectie met wat Helmond natuurlijk sterk heeft, is de Automotive Campus voor zover u bekend. Nou, we zien over 10 jaar zullen we hier een lijstje zien, niet met droompartners, met partners die samen hebben gezorgd voor de totstandkoming van die slimme wijk. Op dit moment hebben wij een inventarisatie gemaakt van partijen waar we mee praten. En dat praten is in een zeer vroegtijdig en rudimentair stadium. Nou, het moet een ruimte zijn voor toekomstig wonen. Hier zie je in de icoontjes ook welke kant we op willen gaan met recycling, elektrisch rijden. Voldoende stedenbouwkundige kwaliteit om te zorgen dat je niet alleen maar bebouwing neerzet, maar hoe ga je ook om met je infrastructuur, met looplijnen, met groen. Ruimte voor smart en green mobility. Ruimte voor een gezonde en duurzame stad. Als wij nou die stad verder op een goede manier willen gaan ontwikkelen, en we onderkennen de onderwerpen waarvan we vinden dat we die met elkaar moeten gaan invullen. En dat zijn dan de technologiegebieden, maar is ook zeker de social sciences. En waarbij ook niet in de laatste plaats natuurlijk ook het onderwerp recht aan bod komt. Omdat daar waar je nieuwe dingen doet, zijn die voor een groot gedeelte wellicht ingebed in de wetten en regels die wij nu hebben. Maar voor een goed deel zullen daar ook nieuwe wetten en regels gemaakt moeten worden. Dat betekent dat wij een testgebied zijn. Dat betekent ook dat we, en daar voorziet ook de wet in, dat je op sommige gebieden mag je ook testen. Maar het betekent wel dat we met elkaar goede afspraken daarover moeten maken. Dan kom ik niet alleen maar op privacy, want dat is het onderwerp waar je heel snel geneigd bent op te komen. Maar ik geef altijd een heel simpel voorbeeld. Als ik een elektrische auto wil hebben en ik schaf zo'n auto aan, en ik wil die auto 's nachts opladen en ik woon in een straat waarbij ik voor mijn huis een trottoir heb, dan een parkeerplaats waar ik mijn auto kan neerzetten in het openbaar gebied. En ik stop die stekker in de auto, die laat ik netjes over de grond, over het trottoir lopen. En dan doe ik het bij mezelf in de stekker in de contactdoos die is aangelegd. En 's avonds struikelt er iemand op het trottoir over die stekker of over de draad. Dan heb ik een uitdaging. Hoe ga ik daarmee om? Is dit verankerd? Nee, dat is het niet. Daar zijn nog geen oplossingen voor. Dat is maar één dingetje. Naast alle dingen die onder andere te maken hebben met privacy. Nou, wij hebben gezegd als kennisinstelling zijn wij niet de partij om een mening te hebben over hoe je om moet gaan met privacy. Wij zien het onderwerp zeker. Maar onze hoofdinsteek is om te kijken hoe wij de stand van de techniek en de technologische mogelijkheden op een zo goed mogelijke manier kunnen delen met de maatschappij. En dat is wat wij doen in Living Labs en dus ook in de wijk in Helmond. Dat betekent dat we veel dingen gaan tegenkomen waar we met elkaar, en dan kom ik weer op de quadruple helix, met alle stakeholders, maar ook op hoger aggregatieniveau met provincie en met overheden, ook moeten kijken wat dat zeg maar voor repercussies heeft op de problemen die je tegenkomt. En hoe kun je daar met elkaar dan weer proberen oplossingen te bieden. Dus dat is in feite waar wij nu voor staan. De volgende stap die wij gaan zetten is om met een groot onderzoeksmanagementbureau te gaan kijken met alle stakeholders, met de gemeente Helmond, met de gemeente Eindhoven,
met Brainport Development, die ook partner is in het project, met de Universiteit van Tilburg en met onze Technische Universiteit, om te kijken hoe wij komen tot een analyse van de doelgroepen. Wat zijn onze doelgroepen? Voor welke doelgroepen willen wij ontwikkelen en bouwen? Wat betekent dat in de totstandkoming van een plan? En hoe gaan wij onderzoeken welke technologieën wij op de juiste manier willen gaan introduceren in die slimme wijk en dan ook nog in de samenhang met elkaar? Dat is een behoorlijke opgave, daar nemen wij het komende half jaar voor. En dat proberen wij op een hele zorgvuldige manier te doen, omdat we denken dat als we dat niet op een zorgvuldige manier doen, dat we een stap die we nooit meer opnieuw kunnen doen, al direct niet op de meest zorgvuldige manier invullen. Dat is waar wij op dit moment voor staan. En daarin zullen alle onderzoeksopgaves in de komende periodes, in het komende half jaar ook worden beschreven. Die zullen ook met partijen gedeeld worden. En dan zullen de contouren van het project ook duidelijker zijn dan ze op dit moment nog kunnen zijn. Waar ik mee zou willen afsluiten is met een filmpje wat wij hebben laten maken om een idee te geven over hoe wij aankijken tegen de slimme stad. En dat filmpje zou ik graag nu met u willen delen. All right. What would a smart city be like? I imagine a smart city would use sensors and various technologies to make your city more comfortable and sustainable. These sensors would be everywhere, on the playgrounds, in the streets, throughout your neighborhood. And they would all talk to each other to make your city smarter and to make it think and adapt. But what would that be like? In my future city, I expect I could actually be adding energy to the city just by driving to work. My car would be covered in solar cells, which would generate enough energy to power the whole drive. And when I arrive at work, there would still be enough energy to be sent right back into the power grid. And more than just generating electricity, every piece of technology will be able to talk to each other, so that the city can see an overview of our needs and wants. The city would know how many people move through the day, and with this information, the city would redesign itself to become greener. Because of this, I would arrive at work feeling healthy and rejuvenated. All the nuisances of a city now designed away, and all the great things made even better. And of course, with all these comforts, people want to move to our smart city, and the city will be prepared. The smart city will use career and housing data of people worldwide to predict the future housing and infrastructure needs, and then have it all ready for when the new people arrive. This will happen quickly and on demand, thanks to giant 3D concrete printers. And now we have a whole bunch of new people to meet. Let's consider what it would be like to go out at night. We all want a nice night out, and that starts with feeling safe. And what is interesting is that the smart city might be able to make sure that happens, simply by changing the colors and intensity of the street lights at night. For example, researchers are exploring how a bar street might be able to spread people around so that there is a more friendly atmosphere, using only the street lights. We at the Smart City Center are working together with companies, governments, and citizens to bring your smart city to life. Governments help through funding and legislation that is designed to take steps towards our future. Companies are working with us by constantly creating new technologies that take steps towards this vision. And citizens are participating in our living labs to help us design the smart cities they would like to live in. All of us are working together so that we can answer that important question: what is a smart city? Smart City Center, creating future cities together. Ja, dit filmpje laat ik expres als laatste zien, omdat een filmpje leent zich daar wel voor. Maar het geeft ook aan dat datgene wat ik daar straks verteld heb, de onderwerpen die hier in het filmpje naar voren komen, zijn ook de onderwerpen die wij onder meer natuurlijk bij de opgave in Helmond straks gaan tegenkomen. Ik wou het hiervoor het stukje presentatie bij laten. Ik hoop straks
samen met Albert nog met u in gesprek te gaan over allerlei mogelijke vragen en visies en punten van discussie. En ik zou eigenlijk Albert hierbij het woord willen geven. Okay. Tenzij ik nog door Henriette wordt teruggefloten. U kunt zo meteen beginnen. Ik wou nog heel even wat vragen. Bedankt. Oh, het ziet eruit als een bijna ideale stad. Ja, mag even geklapt worden. Had ik het nu goed begrepen dat die slimme wijk over 10 jaar gerealiseerd is? Nou, het is... als ik even grof denk, dan hebben wij een jaar of 3-4 nodig om de wijk te ontwikkelen. En dan eigenlijk 2 processen op elkaar te leggen. Waarbij het dan gaat om het proces van het komen tot een gebiedsontwikkeling. Waarbij eigenlijk het voortouw genomen wordt natuurlijk door degene die daar hoofdverantwoordelijke voor is. Dat is de gemeente Helmond in dit geval. Uiteraard met de andere partijen, maar daar ligt wel het primaire. En als het dan gaat om de invulling waardoor wij kunnen zeggen als universiteit dat wij ook vinden dat die slim is geworden. Hè, waarbij dat uitdefiniëren nog voor een deel moet gaan plaatsvinden. Dan zal het proces om te komen tot de juiste onderzoeksgebieden, de juiste implementaties van technologie in die wijk, dat zal hoofdzakelijk een proces zijn wat door de universiteiten, dus Tilburg en Eindhoven, zal worden gestuurd. En het moeilijke is nu dat wij moeten zorgen dat we die 2 processen op elkaar leggen. In elkaar vervlechten en ook gemeenschappelijke verantwoordelijkheidsgebieden gaan formuleren. Daar zitten we nu middenin. Dus over 10 jaar gaan daar daadwerkelijk mensen wonen? Ik vermoed dat daar mensen zullen wonen eerder dan over 10 jaar. Ik verwacht, als we zeggen een jaar of 5, dat we een reëel perspectief op dit moment noemen. Bent u niet bang dat u dan voorbijgestreefd wordt door andere steden in de wereld die ook met dit soort living labs bezig zijn? Ik zou het fantastisch vinden, want ons doel is niet om het eerste te zijn. Ons doel is om het op een goede manier te doen. En op het moment dat andere steden wellicht nu op hetzelfde punt staan, en misschien omdat ze minder aan de wet en regelgeving onderhevig zijn dan in Nederland het geval is, zij wat sneller dingen kunnen doen, of om andere redenen, want er kunnen natuurlijk legio redenen zijn, dan vind ik dat prima, want partijen die verder zijn dan wij kunnen voor ons weer input zijn om lering uit te trekken. Het is niet een primair doel om als eerste te zijn. Nee. Oké, helder. Ik wil toch heel even de gelegenheid geven voor een paar vragen voordat we doorgaan. Zijn er naar aanleiding van dit verhaal vragen in de zaal? Kan ik iemand het woord geven? Daar is een vraag. Ik ben Jan Karremans, hier uit de buurt. Ik wil vragen waar de gewone burger blijft bij het hele proces. Doen er ook burgers mee in dat ontwikkelproces? Nou, of dat komen is... die pas als het klaar is? Nou, die komen aan het einde. Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Nee, juist omdat we vanuit, wat wij dan noemen, die quadruple helix, juist ook uiteindelijk wordt het... Het wordt gedaan voor het leefcomfort van de gebruiker. Laten we even voor het gemak zeggen van de burger, van de bewoner. Dat betekent op het moment dat wij die niet direct in het proces zouden betrekken, maken we al meteen een kapitale fout. En dat is nou net waarom wij op dit moment dit proces op de juiste manier willen aanvliegen. Ook met een groot internationaal bureau. Ik kan die naam nog niet noemen, want het bedrijf is nog niet gecontracteerd. En er loopt nog een gedachtegang om het een of het andere bureau te laten doen. Uiteindelijk in overleg met ons natuurlijk. Met als doel ook om juist in de eerste analyses ook meteen al te onderkennen dat je daar ook bewonersgroepen in moet gaan betrekken. Alleen daar ligt een vraag voor. Welke doelgroepen ga je betrekken? Want welke doelgroepen zijn de doelgroepen die straks die wijk gaan maken? En dat is ook een stuk marktstudie. Wat ook moet gebeuren. Maar op het moment dat wij onderkend hebben voor welke doelgroepen we die wijk willen gaan bouwen. En dat gaat dan niet alleen maar om bewoners. Want je hebt natuurlijk ook over voorzieningen. Dat kunnen scholen zijn. Dat kan bewinkeling zijn. Dat kan ook bedrijvigheid zijn. Allerlei andere zaken die rondom wonen natuurlijk plaatsvinden in een stedelijk gebied. Wij zullen in een zo vroeg mogelijk stadium. Zullen wij, als we ook maar aan de horizon zien dat daar partijen bij betrokken worden straks als gebruikers. Zullen wij die direct aan tafel nemen? Want dat willen wij zelf ook graag.
Maar u heeft het over doelgroepen. Ja. Is het dan niet zo dat er een soort dwarsdoorsnede van de Helmondse bevolking, bij wijze van spreken, daar komt te wonen? Dat is absoluut ons doel. Alleen je kunt kijken van waar steek ik op in? Je zou kunnen kijken, wordt dit een wijk die een nieuwbouwwijk wordt op het niveau van Helmond? Je kunt ook zeggen, nou nee, we willen hier voor de Brainport Area een nieuwe wijk maken. En dat betekent in de aanvliegroute naar de mensen die je benadert, betekent dat iets anders. Dus als je je puur richt op bewoners van Helmond die binnen Helmond gaan verhuizen, dan ga je op een andere manier die groep benaderen, want het is een andere groep, dan wanneer die uit een bredere regio haalt. En juist dat onderzoek is een van de onderzoeken die op dit moment moet plaatsvinden. Want dan ga je namelijk zo gericht mogelijk met de mensen praten waar het straks echt om gaat. Want heeft u dan al wel een idee waar die doelgroepen aan moeten voldoen? Nou ja, in feite, laat ik het zo zeggen, nee. Dat hebben wij nog niet. Omdat we aan de ene kant bezig zijn met het ontwikkelen van een wijk waarin we een stuk technologie willen introduceren die nieuw is. En dat zal aan de ene kant zijn dat wij moeten kijken welke partijen daar als early adapters voor in zijn. Alleen dat is ook een proces waarbij mensen zich op een gegeven moment moeten gaan interesseren in de informatie die we verstrekken. Dus dat is een proces wat twee kanten heeft. En wij hebben op dit moment nog niet in beeld welke exacte mensen daar komen wonen. Dat is nou net die stap die wij nu gaan maken. Okay. Zijn er nog vragen? Ik zie daar een vraag. Ja, ik heb nog wel een vraagje, want u bent zelf van de TU Eindhoven. Ja. Maar wie is nou de krachttrekker, de gemeente Helmond? Is die verantwoordelijk voor het faciliteren van burgers? Of neemt u die rol op zich? Nou, het faciliteren van burgers is niet een taak die aan een kennisinstelling toebehoort. In feite ligt die primaire taak wel bij de gemeente Helmond. Alleen zoals ik net aangaf, heb je hier eigenlijk twee processen die moeten zorgen dat je elkaar versterkt en dat je niet alleen een wijk maakt. Want die wijk zal daar echt wel gemaakt worden. Alleen op het moment dat we daar een slimme wijk van willen maken, zullen we moeten samenwerken. Dus daar waar het gaat om de technologie, zal de kennisinstelling het voortouw nemen. Daar waar het gaat om het proces van gebiedsontwikkeling, maar ook waar het gaat om uiteindelijk ruimtelijk beleid, ligt natuurlijk in de eerste plaats natuurlijk bij de overheden ligt die taak en niet bij een kennisinstelling. We moeten natuurlijk goed met elkaar samenwerken, maar je moet natuurlijk wel de primaire taken daar neerleggen waar ze ook, ja, in de manier waarop wij met de inrichting van Nederland om zijn gegaan, die dingen hebben neergelegd. Maar het zit er met name in de samenwerking. En de uitdaging ligt hem ook in het op elkaar leggen van die twee processen. Niet alleen in de tijd, maar ook in de inhoud. Helder. Oké, dan doen we nog één laatste vraag. Daar zie ik één. Ga jij of word ik erop af? Oh, wacht. Nee, laat mij dan maar even. Dan ben ik sneller. Nee, die meneer. Oh, sorry, ja. Een vraagje. U zit in een heel dynamisch gebeuren. Over 4 jaar is het klaar. Hoe voorkomt u dat u niet in de dynamiek van nou blijft hangen? De nieuwe dingen oppikt? Ja, ik vind dat een hele mooie vraag. Wat ik daar op dit moment vooral van kan zeggen is dat wij natuurlijk over die vraag heel veel met elkaar spreken binnen het team wat we nu aan het optuigen zijn. Wat je ziet is dat bij gebieden die succesvol zijn, dat je vanaf de stedenbouwkundige opzet al rekening houdt met de mogelijkheid voor de uiteindelijke gebruiker om zelf te gaan bepalen hoe die bijvoorbeeld in de infrastructuur zijn looplijnen en zijn fietslijnen en zijn elektrische vervoerslijnen zelf gaat kiezen. Dus je zult wel een basisstructuur moeten aanbrengen, maar je zult moeten zorgen dat met name dat hoofdstuk, al zou dat niet over 4 jaar zijn, maar zou dat over 10 jaar zijn op het moment dat die wijk af is, heb je nog steeds natuurlijk het probleem dat je een slimme wijk kun je niet op een gegeven moment afhameren en vanaf dat moment is hij dat al niet meer. Dus het is een volkomen terecht onderwerp. Het is ook het moeilijkste onderwerp van de slimme stad, voor zover ik dat op dit moment in mijn scope heb. Maar wij proberen dat zo goed mogelijk te monitoren en zo goed mogelijk in te vullen door te zeggen, bij de uitwerking moeten wij zorgen dat wij een stuk ter nadere invulling laten, waarbij juist die bewoner gaat bepalen hoe het er straks uit komt te zien. En dan kun je het hebben over de buitenruimte. Je kunt het hebben over de flexibiliteit van het private gedeelte, de interactie tussen die twee.
Nou, daar kun je eigenlijk alle elementen in meenemen. Maar het is een zeer interessant onderwerp. Het heeft onze aandacht. Oké, goed. Bedankt voor nu. Dan gaan we verder met de volgende spreker. Goedenavond allemaal. Hartstikke leuk om hier in Tilburg te zijn en met jullie te kunnen praten over smart cities. En vooral ook over de slimme burger. Er kwamen net al een aantal vragen daarover en ik hoop daar heel goed bij te kunnen aansluiten. Mijn naam is Albert Meijer. Ik ben hoogleraar publieke innovatie bij de Universiteit Utrecht. Dus ik hou me bezig met vernieuwingsprocessen in het publieke domein. En ik heb een bijzondere interesse in slimme steden. Ik spreek zelf vaak over de datapolis, een begrip dat ik zelf heb bedacht. Maar waar het mij om gaat is dat slimme steden zijn geen technische keuze. Het zijn niet geen keuze over wat we met de techniek gaan doen. Het zijn uiteindelijk ook politieke keuze. Het gaat over de vraag van wat voor een stad willen we hebben in de toekomst. En de rode draad in mijn verhaal zal ook zijn dat ik heel erg het politieke aspect benoem. Politiek is voor mij niet zozeer hetgene wat door gemeenteraadsleden, wethouders of volksvertegenwoordigers wordt besloten. Het gaat veel meer om het betrekken van de burgers. De stad is uiteindelijk van de burgers. Daarom gebruik ik het begrip polis. De stad verandert door processen van datificatie. Door sensoren en allerlei andere technieken wordt steeds meer data vastgelegd. En dat creëert de urgentie om na te denken over wat voor een stad willen we hebben. Wat moet die stad van de toekomst zijn? En ik zal die vraag verkennen eigenlijk langs twee lijnen. Aan de ene kant ga ik met jullie hebben over de vraag van wat voor een beeld van de burger ligt er ten grondslag aan deze toekomstbeelden over de stad. Net ging de discussie daar al enigszins over. Ik wil daar iets verder op doorgaan, laten zien dat er eigenlijk drie heel verschillende ideeën zijn over wat de positie van de burger is in de stad van de toekomst. Ik heb dat genoemd de slimme stad voor, door en met de burger. En ik zal het straks verder uitwerken. Ik zal laten zien dat het gaat aan de ene kant een stad die slim wordt gemaakt, zodat die voor burgers comfortabel is. Maar waar burgers eigenlijk meer consumenten zijn dan actieve deelnemers. Stad door de burgers, dan zijn de burgers zelf die bepalen wat er gebeurt. In groepen van burgers kunnen ze zelf sturing geven aan processen. En met de burgers gaat het om samenwerkingsprocessen tussen bestuur en burgers. Dus dat zijn drie verschillende typen die je heel duidelijk ziet in toekomstbeelden over de stad. Tweede wat ik wil doen vandaag in deze presentatie is ook een aantal risico's laten zien. Ik heb ook naar het filmpje van vorige week gekeken. U heeft het net allemaal zelf kunnen zien. Er worden heel veel positieve beelden neergezet over de stad van de toekomst. De stad van de toekomst is groen, is veilig, is comfortabel. We zagen net in het filmpje van de Technische Universiteit Eindhoven dat alle ongemakken van de stad die verdwijnen. Die verdwijnen uit beeld. We hebben een stad die gemakkelijk, veilig, groen is. Ideale stad. Ik denk dat er toch ook een aantal grote risico's zijn. Ik zal vijf risico's benoemen. Het gaat onder andere over surveillance, maar het gaat ook over ongelijkheid. Er zijn een aantal grote risico's ook bij die steden van de toekomst. En ik denk dat we daar ook goed over moeten nadenken. En daarom vind ik die politieke afweging ook heel belangrijk. We moeten ook nadenken niet alleen over de wenselijkheden, maar ook hoe we omgaan met de risico's van de stad van de toekomst. Dus dat zijn de twee lijnen die ik met u wil gaan verkennen. Ik heb ook een aantal vragen uiteindelijk over voor Laurens over branden, over de nieuwe stad Brandenvoort. Maar kijken even in hoeverre we daaraan toekomen. Laat ik beginnen met een aantal beelden van slimme steden. Als je gaat verdiepen in slimme steden, dan kom je heel snel bij dit voorbeeld uit Zuid-Korea terecht, Songdo. Songdo is eigenlijk een soort Brandenvoort, maar dan op heel grote schaal. Er is een hele nieuwe stad gebouwd op een opgespoten stuk land in Zuid-Korea. Dat is gebeurd in een soort triple helix samenwerking tussen de Zuid-Koreaanse overheid, Amerikaanse bedrijf Cisco en een aantal kennisinstellingen. En het idee is daar, en dat is eerlijk gezegd weer sterk vergelijkbaar, om een stad te ontwerpen die van alle gemakken is voorzien en waar alle ongemakken verdwenen zijn. Dat gaat om verschillende dingen. Dat gaat bijvoorbeeld om een systeem van afvoer van vuilnis, wat helemaal ingebouwd is in de stad, zodat er geen vuilniswagens meer rond hoeven te rijden die met veel lawaai vuilnisbakken gaan legen. Er zijn containers, buizen die helemaal in de stad zijn ingebouwd. Als je je vuilniszak erin gooit, dan komt die vanzelf bij de vuilverbranding terecht. En dat is dan helemaal uit beeld verdwenen. Je ziet geen vuilniswagens meer rijden, je ziet geen vuilnisbakken meer. Dat is een van de manieren waarop het ongemak uit de stad is ontworpen.
Het gaat ook om dingen die wat meer vragen oproepen. Er komen overal camera's te hangen, ook bijvoorbeeld bij speeltuinen. En die camera's zijn ook zo ingesteld dat er bepaalde types mannen rondhangen in de buurt van speeltuinen, die daar zonder kinderen zijn, dat er dan toch een soort alarmsignaal afgaat van wat is er aan de hand en waarom is die man daar zonder kind aan het rondhangen. Ook weer een manier om de veiligheid te vergroten. Andere waar je ook moet denken, dat is dan typisch Aziatisch of misschien zelfs Zuid-Koreaans. Er is ook een systeem, iedereen rijst koken is heel belangrijk in Zuid-Korea. Dat eten ze vaak en de rijstkoker heeft een hele centrale plek in het huishouden. Ze hebben een soort energiesysteem waardoor die rijstkokers niet allemaal tegelijkertijd worden aangesproken. Want dat leidt tot een enorme piekbelasting van het elektriciteitsnet. Maar het is zo geregeld dat dat op verschillende manieren gebeurt, waardoor de capaciteit van elektriciteit veel effectiever kan worden benut. In Nederland zie je eigenlijk vergelijkbare dingen rond vaatwasmachines en wasmachines voor kleren, zodat je die pieken eruit kan halen. Dus het zijn allemaal dingen om de stad groener te maken, comfortabeler te maken, veiliger te maken. Dat gebeurt met het bedrijfsleven. Daar moet ook niet kinderachtig in zijn. De slimme stad is natuurlijk een belofte voor de burger, maar ook vooral een belofte voor het bedrijfsleven. Schattingen zijn dat het gaat om een markt van 100 miljard euro de komende tijd. Dus het gaat echt om enorme bedragen. En daarom zitten bedrijven als IBM, Cisco, Philips, springen heel erg op die markt. Dus we moeten ook daar niet kinderachtig in zijn. Het gaat helemaal niet over dat het alleen voor ons als burgers prettig wordt gemaakt. Het is ook vooral voor bedrijfsleven interessant, omdat het een enorme markt kan zijn. Dat zien we ook in het tweede voorbeeld. Het tweede voorbeeld wat je vaak ziet, dit is het Operations Center in Rio de Janeiro. Rio de Janeiro is natuurlijk pas de Olympische Spelen zijn daar geweest. 2 jaar daarvoor het WK voetbal. Dat waren 2 hele grote events. En in Rio waren ze bezorgd over de veiligheid, de afstemming, de mobiliteit in de stad. Toen hebben ze samen met IBM is er een heel groot operations center gebouwd. Dat ziet u hier. Het is eigenlijk een soort NASA-centrum, zoals je weet kennen van de Space Shuttle en de raket, waar je allerlei mensen naar beeldschermen ziet kijken om informatie te verwerken. Het is ook een soort NASA-centrum, maar dan voor de stad Rio, een stad met ongeveer 5 miljoen inwoners. En het bijzondere hier is dat allerlei informatie die voorheen bij verschillende afdelingen, agentschappen, directies van de stad aanwezig waren, die wordt allemaal bij elkaar gebracht, zodat er een centrale informatievoorziening is. Op basis daarvan kunnen betere besluiten worden genomen als er bijvoorbeeld aardverschuivingen zijn, als er mobiliteitsproblemen zijn, ook als er rellen kunnen zijn. Dus je ziet hier dat er hier ook een logica is van alle informatie bij elkaar brengen, zodat er slimmere besluiten genomen kunnen worden. Even kijken, ik ga iets te snel. Een derde voorbeeld is Sensor City Assen. Assen profileert zich heel sterk als een living lab. Die zijn sterk bezig om met allerlei bedrijven en kennisinstellingen samen te werken rondom Smart City Projects. Eén daarvan is het Sensor City. Wat ze hebben gedaan is, ze hebben overal sensoren in de stad geplaatst, zodat als mensen met de auto naar de stad toe willen rijden, dat ze horen van hoe lang ze het erover doen om in het centrum van de stad te komen, of het slimmer is om naar een transferium te gaan en dan een bus te nemen. Als ze de stad inrijden, dan kunnen ze van tevoren een parkeerplaats reserveren, zodat ze niet heel lang hoeven te zoeken naar een parkeerplaats, maar dan kunnen ze direct daar naartoe rijden en die is dan voor hun gereserveerd. En op deze manier wordt dan aan de ene kant het gemakkelijker gemaakt voor de automobilist. Die hoeft dan minder lang rond te rijden, die kan weten waar hij aan toe is. Het leidt ook tot minder overlast voor de omgeving, omdat mensen minder lang rondrijden. En het leidt ook tot meer veiligheid, want vaak als auto's op zoek zijn naar parkeerplaatsen, dan rijden ze onvoorzichtig. Dus het is ook een manier waarop die stad aangenamer, prettiger wordt gemaakt voor burgers. En deze voorbeelden, en er zijn heel veel van, ik denk eigenlijk dat Brandenvoort er ook voor een groot deel in past, kun je zien als een soort cockpit-metafoor. De belofte hier van de Smart City is dat dat zijn de mensen die aan de knoppen draaien van die Sensor City, of die in dat Operations Center zitten, of die elektriciteitsstromen in Songdo beheersen, zij zorgen ervoor dat die stad comfortabel wordt, groen wordt, dat je die makkelijk kunt rondrijden. Als burger hoef je daar helemaal niks van te zien, hoef je daar helemaal niet mee te bemoeien.
Maar je merkt in één keer, hey, de stad is groen, de stad is veilig, de stad is aangenaam. Omdat dat goed voor je wordt geregeld door het bestuur. Dus in een cockpit zit dat bestuur, alle informatie komt daar bij elkaar en ze kunnen optimale beslissingen nemen. Tweede beeld van de Smart City is nogal anders. En het wijkt ook erg af, denk ik, van het verhaal van Laurens. Dat is veel meer het verhaal van de participatiesamenleving. Dat is het idee dat burgers tegenwoordig veel meer zelf zaken aan kunnen pakken. En dat doen ze voor een groot deel offline, via gemeenschappelijke tuinen, gemeenschappelijke zorgvoorzieningen. Maar nieuwe media kunnen er ook een belangrijke rol in spelen. En ik kan er twee voorbeelden van noemen. Eerste zijn de WhatsApp-groepen. Je ziet dat er overal in Nederland springen WhatsApp-groepen uit de grond. Ik heb hier cijfers staan. Het gaat over... er zijn 661 burgerwachtgroepen in buurtwachten in Nederland. Die een groot deel gebruik maken van WhatsApp. Is iemand van jullie in een buurt WhatsApp-groep? Nou, hier ook een aantal mensen. Wat het idee van deze groepen is, is dat als een veiligheidsprobleem is in de buurt, bijvoorbeeld in Utrecht speelde dat in Hooggraven, waar vaker auto's in brand werden gestoken. Dan gaan burgers die gaan met elkaar informatie uitwisselen. Ook afspraken maken van nou ja, als we nou rond gaan lopen door die wijk, zodat we zorgen dat, dat diegenen die auto's in de brand steken geen kans krijgen, dan kunnen we gemeenschappelijk die buurt veiliger maken. Dus je ziet in één keer dat het buurtinitiatief, het samenwerken aan een veilige samenleving, krijgt op deze manier een nieuwe vorm en wordt ook veel makkelijker gemaakt door met WhatsApp te werken. In sommige gevallen sluiten wijkagent of mensen van de gemeente hierbij aan, in veel gevallen ook niet. In veel gevallen zijn het burgers die met elkaar afspraken maken om zo gezamenlijk de buurt veiliger te maken. En u ziet direct het contrast met de voorgaande beeld. Hier gaat het helemaal niet om een overheid die dat regelt voor de burgers, maar het zijn de burgers die dat zelf doen door zelf samen te werken. Ander voorbeeld is buurtwelzijn. Buurtwelzijn, dat is een platform waar mensen in een buurt samen kunnen werken om met elkaar afspraken te maken over spullen lenen, hobby- en interessegroepen, nieuws met elkaar delen, iets doen en elkaar helpen. Je ziet er ook rond zorgvoorzieningen, bijvoorbeeld een regelmatig bezoek gaan bij bejaarden in de wijk, zodat dat een beetje wordt verdeeld, of mensen helpen om boodschappen te doen. Dat wordt ook steeds vaker door mensen zelf georganiseerd. En daar spelen dit soort buurtplatforms spelen daar een belangrijke rol in. En als je dit dan probeert te vatten in een metafoor, dan noem ik dit een zwerm vogels. Want eigenlijk wordt hierbij vanuitgegaan dat de burgers, dat die een gemeenschappelijk belang hebben. Dat wij allemaal hetzelfde denken over veiligheid. Dat wij allemaal elkaar willen helpen met zorg en met spullen delen. Dus er is een soort idee van wij bewegen gemeenschappelijk. We gebruiken die nieuwe technologie om samen de stad veiliger te maken, zorg te verbeteren. Ik denk dat dit beeld ook problematisch is. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar die WhatsApp-groepen, dan zien we vaak dat dat toch een oververtegenwoordiging is van witte mensen. Dat mensen met een migrantenachtergrond daar heel erg sterk en ondervertegenwoordigd zijn. En dat er ook heel veel verschillende ideeën over veiligheid zijn. Dat sommige mensen vinden het onveilig als er jongeren om 10 uur 's avonds op straat rondhangen en daar een beetje met elkaar aan het kletsen zijn. Terwijl die jongeren vinden dat waarschijnlijk helemaal niet onveilig. En die vinden het alleen prettig om daar met elkaar rond te hangen. Dus de hele idee dat er zoiets bestaat als de burger die met elkaar de stad veilig samenmaakt, is problematisch. Omdat er altijd strijd is, omdat er altijd verschillende belangen zijn en verschillende percepties over wat een goede stad is. Derde beeld gaat meer over de samenwerking tussen overheid en bestuur. Ik heb er ook weer twee voorbeelden van. Eerst is Verbeter de Buurt. Verbeter de Buurt is door een sociaal ondernemer opgezet. En is een Google Maps-achtige applicatie waar mensen op kunnen aangeven als er een straatlamp het niet doet. Of een stoeptegel los ligt. Of een ander probleem is in de buurt. Dat kunnen ze dan met zo'n vlaggetje op die kaart aangeven. En die informatie gaat ook naar de gemeente. Het interessante is dat de gemeente heeft natuurlijk ook al een telefoon waar je een telefoonlijn waar je kunt bellen met dat soort problemen. Maar door het op die kaart aan te brengen, wordt het ook in één keer heel transparant wanneer er een melding is gedaan. En komt er ook een soort druk op de gemeente om daar snel iets aan te doen. Omdat het ook duidelijk wordt wanneer de gemeente dat probleem heeft opgelost.
Dus je ziet in deze applicatie dat aan de ene kant ligt er nog een verantwoordelijkheid bij de gemeente. Het is niet zo dat die burgers zelf die straatlantaarn gaan repareren of zelf die stoeptegel terug gaan leggen. Er wordt nog steeds van de overheid verwacht dat die dat doet. Aan de andere kant zie je wel dat er een sterker accent wordt gelegd op het vermogen van burger om, ja, om aan te geven waar die problemen liggen en sterker een verantwoordelijkheid te nemen om die signalen door te geven. Dus de signalen komen in dit geval van burgers en de verwerking ligt bij overheden. Ander voorbeeld is citizen sensing. Dit is een voorbeeld van iSpecs. Dat is een iets wat je op je mobiele telefoon kunt zetten om luchtkwaliteit te meten. Je ziet dat een instelling als RIVM, die is daar heel sterk mee aan het experimenteren. Die zegt van, we hebben zelf allemaal sensornetwerk, we hebben zelf allemaal dataverzameling. Maar dat blijft uiteindelijk toch beperkt, ook omdat al die dataverzameling toch redelijk duur zijn. En zij willen heel sterk ook burgers betrekken bij dit soort projecten om de luchtkwaliteit van Nederland in kaart te brengen. Ik had hier bijvoorbeeld ook het voorbeeld van de vogeltelling kunnen noemen. Dat is ook weer zo'n voorbeeld waar burgers worden betrokken bij het verzamelen van gegevens die vervolgens gebruikt kunnen worden om maatregelen te nemen om de vogelstand te verbeteren, om in dit geval maatregelen om de luchtkwaliteit aan te pakken. Dus wederom zie je dat burgers een belangrijke rol spelen in het doorgeven van signalen. En overheden kunnen dan die signalen gebruiken om verbeteringen aan te brengen. En dit zou je met een metafoor, ik ben hier iets minder tevreden over nog, maar dit zou je een filmproductie kunnen noemen, waar je allerlei verschillende rollen hebt. Je hebt de acteurs, die zijn belangrijk, de regisseur is belangrijk, de gaffers heet het volgens mij, mensen die het geluid opnemen. Dus allerlei verschillende rollen worden er gespeeld en in die samenwerking tussen die rollen wordt die film geproduceerd. En als je het bij elkaar brengt, dan krijg je dit overzicht. En dan zie je in één keer dat een smart city is niet alleen maar een technische oplossing. Een smart city heeft heel erg te maken met welke rol wordt er aan burgers gegeven in de stad. En je ziet dat die rol heel verschillend kan zijn. Dat kan dus gaan om vanuit een paternalistisch perspectief. Wij maken die stad probleemloos, veilig, groen voor het burger. De burger heeft dan een passieve een rol en die data wordt gecentraliseerd, zoals we zagen in het voorbeeld van Rio de Janeiro. Andere uiterste is de vogelzwerm. Bestuur is eigenlijk overbodig. Als die burgers met die WhatsApp-groepen maar goed in die buurt rondlopen, dan krijgen de inbrekers en mensen die auto's in brand willen steken geen kans. De burger is zelfsturend, die kan in eigen groepen kan die dingen regelen. En de data is heel erg gefragmenteerd. Verschillende groepen verzamelen data los van elkaar, maar die komt nooit bij elkaar. Daartussenin staat de film. Dan gaat het om een co-productief bestuur. Een bestuur wat samenwerkt. Een constructieve burger. Een burger die mooi met zijn iSpecs wil gaan rondlopen om gegevens over luchtkwaliteit aan RIVM te geven. Of die bereid is om aan te geven op zijn Google Maps-achtige applicatie waar de tegels los liggen. En de data wordt in dit geval gedeeld tussen burgers en overheid. Nu zou je misschien kunnen denken van, ja, die middelste oplossing, dat is echt het mooiste, de samenwerking op gelijk niveau. Ik denk eerlijk gezegd niet dat je dat per se zo moet lezen. Ik denk dat het ook echt contextafhankelijk kan zijn. Dat als het bijvoorbeeld gaat over terrorismebestrijding, dat we dan wel zeggen, nou dan gaan we toch meer richting die cockpit. Ik hoef eigenlijk helemaal niks van terrorismebestrijding te merken. Als dat maar goed gebeurt, dan is dat prima. Misschien zou je wel kunnen zeggen als het gaat over zaken als groenbeheer in wijken of andere zaken die makkelijk lokaal opgepakt kunnen worden, zou je kunnen zeggen, nou daar is de rol van de overheid heel, heel beperkt. Als wij als burgers de mogelijkheid krijgen om parken en voorzieningen in te richten, dan kunnen we het goed zelf. En misschien kun je zeggen, bepaalde onderwerpen daartussen, als het bijvoorbeeld gaat om zorg, dan zal het aan de ene kant gaan om professionals die de zorg moeten leveren, aan de andere kant ook mensen uit de buurt kunnen een aanvullende rol spelen. Misschien moet dat daar samen gaan. Dus het is niet per se zo dat één van deze oplossingen beter is. Wat wel belangrijk is, is dat er verschillende keuzen in gemaakt kunnen worden. Dat je, afhankelijk van hoe je daarover denkt, zou je kunnen zeggen, nou, wij gaan vooral het brandenbord inrichten zodat het comfortabel is voor de burgers. Je zou ook kunnen zeggen, nee, we gaan het zo inrichten dat die burgers dat helemaal zelf controle hebben over die wijk. Of je zou het zo in kunnen richten dat het veel meer via die co-productie vorm krijgt. Dus dat is denk ik een eerste constatering. Hoe die burger wordt beschouwd, bepaalt in heel grote mate hoe die slimme stad wordt ingericht.
Nou, tweede reden waarom ik denk dat de politiek van een slimme stad belangrijk is, is omdat er een aantal grote risico's zijn. En ik wil 5 van deze risico's met u bespreken. En bij al die risico's gaat het eigenlijk over de vraag van hoe acceptabel vinden we het risico en hoe willen we daarmee omgaan. Het eerste risico is het risico van wat dan informationisme wordt genoemd. Ik heb hier Yevgeny Morozov staan, dat is een Wit-Russische denker over de informatiesamenleving. Hij is heel kritisch op slimme steden, soms te kritisch vind ik, maar hij legt wel ook de vinger op de zere plek. En hij zegt van ja, denken we nou niet te veel dat alles met informatie oplosbaar is? Hij zegt van ja, als we meer informatie hadden gehad over vluchtelingen, waren daar de problemen mee opgelost? Als we meer informatie hebben over armoede, wordt het probleem daarmee opgelost? Als we meer informatie hebben over huiselijk geweld, wordt het probleem daarmee opgelost? Zijn punt is dat informatie misschien best kan helpen, maar informatie kan nooit de oplossing voor alles vormen. En hij zegt, er zit ook een risico in, door heel erg in te zoomen op nieuwe informatiestructuren, op nieuwe kwantitatieve dataverzameling, houden we die illusie in stand dat we te maken hebben met informatieproblemen. Maar uiteindelijk gaat het om problemen die te maken hebben met welke waarden we vinden van belang, welke prioriteit hebben, hoeveel middelen willen we beschikbaar maken om armoede te gaan bestrijden. Dat zijn uiteindelijk de vragen waar het veel meer om gaat. Dus informatie kan bijdragen, maar te veel nadruk op informatie is ook een risico, omdat we dan eigenlijk niet meer zien wat echt de aard van het probleem is. Tweede risico, en dat is ten dele al tijdens de vorige bijeenkomst aan de orde gekomen, is het risico van surveillance. Je ziet dat de hoeveelheid informatie die over burgers wordt verzameld, die neemt echt spectaculair toe. We hebben zelf ook onderzoek gedaan op Stratumzeind. Dinus Kanter sprak daarover. En het is toch wel vrij shocking, vind ik, hoeveel informatie er eigenlijk over burgers beschikbaar is. En wat ze bijvoorbeeld doen is, ze hebben analyse tools om social media communicatie te monitoren. En het idee is dan van, ja, als er onrust gaat ontstaan, dan zouden we dat eerst via die Facebook of Twitter communicatie in kaart kunnen brengen. En dan kunnen we daarop anticiperen. Er wordt ook allerlei informatie, via camera's worden allerlei mensen in kaart gebracht. Dan heb je ook, ik weet niet of u dat weet, maar als je je wifi op je telefoon hebt staan, dan kan met het zogenaamde Mac Reader kan keurig gevolgd worden waar je begeeft. Dat doen winkels al sterker. De mediamarkt die wil keurig weten van hoe mensen zich verplaatsen in winkels, zodat ze hun aanbod daarop af kunnen stemmen. Nou, Stratumzeind wordt dat ook door de overheid gedaan. Ze willen keurig weten hoe mensen zich daar verplaatsen, zodat ze goed zicht kunnen hebben op concentratiepatroon. Nou, allerlei verschillende informatie wordt er bij elkaar gebracht. Ze denken heus wel na over privacy. Het is niet zo dat ik dat ze helemaal weg wil zetten als mensen die daar lak aan hebben. Ze hebben contact met de Universiteit Tilburg. Ze proberen daar een aantal dingen netjes in te doen. Maar het punt is hier wel dat je ziet dat de hoeveelheid informatie die over burgers wordt verzameld, die is enorm aan het toenemen. En de vraag is gewoon, wanneer vinden we het nog acceptabel? In welke situaties vinden we het acceptabel dat er overal sensoren hangen, dat er aan de stad, grenzen van een stad, camera's hangen waar alle nummerborden van auto's worden gefotografeerd. Het neemt enorm toe met allerlei grote beloften zoals veiligheid en gelijke behandeling. Maar die surveillance, nou, daarom heb ik deze sheet ook gekozen. 1984 wordt daadwerkelijk op dit moment geconstrueerd. En de vraag is heel sterk van hoe ver willen we daarin in gaan. Volgend risico is het risico van uitsluiting. Deze slide verwijst naar het boek The Time Machine van Herbert Wells. En het gaat over een soort dystopische toekomst, waarbij één groep mensen helemaal wordt uitgesloten van rijkdom, van toegang tot middelen. Die worden eigenlijk uitgesloten van alle toegang tot welvaart. Dat zijn de Morlochs. Dat zijn de afstammelingen van de arbeiders uit de industriële revolutie. En die Morlochs die worden op een gegeven moment zo kwaad dat die een soort opstand beginnen. En dat zie je hier dan voortkomen tegen de machthebbers.
Ik moet zelf zeggen, ik zag daar een soort Trump-revolutie, zie ik daar tegenwoordig. En als je daar goed in kijkt, ook zo'n Morlocks die nu in die Rust Belt uitgesloten waren van hun kolenmijnen en van hun welvaart. En die nu naar Washington rennen om de macht te grijpen. Maar dit laat denk ik ook wel zien dat er een breder vraagstuk is. We krijgen altijd problemen rondom uitsluiting. En het interessante, maar ook beangstigende in de informatiesamenleving is dat die uitsluiting steeds minder zichtbaar zal zijn. Wat dat betreft vind ik Schiphol een goede indicatie. Schiphol zie je steeds meer dat ze proberen verschillende stromen reizigers al op een vroeg moment te scheiden. Zodat het duidelijk is welke mensen zonder problemen door de douane heen kunnen. Welke mensen enige controle behoeven en welke mensen zorgvuldig gecontroleerd moeten worden. Nu zie je voor een groot deel bij douanecontroles zie je nog welke mensen wel of niet gecontroleerd worden. Of dan baal je dat je in een rij staat waar iemand voor je staat die langdurig gecontroleerd wordt en te snel daar doorheen wil. Maar nu zie je dus nog wel dat er die verschillen in controle zijn. In die smart cities gaat dat op een gegeven moment helemaal uit beeld verdwijnen. Dan zie je dat niet meer. En een voorbeeld daarvan is dat bepaalde Amerikaanse bedrijven is al bekend dat hun advertenties ook helemaal niet meer richten op mensen die in bepaalde wijken wonen. Omdat ze die commercieel niet interessant vinden. Dus bepaalde aanbiedingen die worden alleen gedaan aan burgers die, waarvan wordt verwacht dat ze meer koopkracht hebben. En voor andere mensen is dat helemaal niet meer zichtbaar. Dus je ziet dat die vragen daar oproepen. En ik denk ook de... Nou ja, daarom is de vraag interessant over Brandenpoort van wie zijn die burgers? En dat is een hele lastige vraag. Want ik kreeg zelf een beetje zo'n gevoel van een soort Emmeloord is het, hè, bij de Noordoostpolder, waar een soort selectie plaatsvindt. Van dat zijn de burgers die hun lakens goed opvouwen en de boeren die hun land goed op orde hebben, die mogen daar wonen. Nou, misschien is dat helemaal niet zo. Maar het roept wel de vraag op voor wie is welk deel van de stad toegankelijk. En in deze technologische keuze zit ook heel veel uitsluitingskeuze. Dus dat is een derde risico. Vierde risico verwijs ik naar The Circle van Dave Eggers. Ik weet niet, wie heeft dat gelezen, The Circle van Dave? Nou, andere mensen zou ik het zeker aanraden. Het is echt een heel interessant boek om iets te begrijpen over de toekomst die ze nu al vorm krijgt. In een paar woorden, het gaat over een soort samenleving waar Facebook-achtig bedrijf een heel grote rol krijgt. En uiteindelijk totale transparantie de norm wordt. Dus het werkt toe, ik zal verder niet alles verklappen. Maar het komt erop neer dat op een gegeven moment niet meer wordt geaccepteerd dat mensen geheim hebben. Secrets are lies. Dat is de centrale leus eigenlijk. Er wordt ook verwezen een aantal keer 1984 van George Orwell. Dus die totale transparantie die wordt de norm. Hè? En dat is ten dele is dat nu ook al ontstaan met sociale media. Nou, de vraag. Dit is denk ik niet zozeer een vraag voor de politiek als een politieke afweging, maar dit is veel meer een sociale vraag. Hè? Van wat voor stad willen wij creëren? Vinden we het op een gegeven moment nog acceptabel dat sommige mensen twee keer per dag in bad gaan en daardoor heel veel water gebruiken en dus het milieuschade toebrengen? Of wordt dat op een gegeven moment transparant als al ons verbruik van heet water zichtbaar wordt? En wordt er dan eigenlijk wordt die metgene met de nek aangekeken omdat die toch de eco-wijk in gevaar brengt? Lijkt nu nog ver weg, maar dat komt steeds dichterbij eigenlijk. Met het inzicht wat we krijgen in elkaars energieverbruik. Dus dat dystopische wat Dave Eggers schetst in The Circle, dat roept ook belangrijke vragen op over wat voor manier willen wij als burgers met elkaar omgaan. Wordt dat inderdaad secrets are lies? Is dat inderdaad waar de samenleving waar we naartoe gaan? Of gaan we toch ook accepteren dat mensen bepaalde dingen doen waar wij het zelf eigenlijk helemaal niet mee eens zijn? Laatste dystopische beeld is, verwijs ik naar nog een film, 2001, Space Odyssey. In 2001 zie je op een gegeven moment dat de centrale computer, HAL, wat natuurlijk afgeleid is van IBM, dus één letter terugsteekt in het alfabet van IBM, dus HAL, de centrale computer, die neemt de controle over het ruimteschip. Uiteindelijk lukt het de hoofdpersoon wel te ontsnappen daaruit. En daarna wordt het, vind ik, een heel wazig soort film. Maar
Maar het beeld van een technologie out of control, een technologie die het overneemt, is wel degelijk reëel. En dat, wat heb ik, Laurens, nog een vraag misschien aan jou. Wat ik in dat filmpje van TU Eindhoven wel in de ene kant mooi, maar ook beangstigend vond, dat het ging over de city als handelende actor. Ik dacht een beetje van wie is nou de city als handelende actor? De city uses the data en de city doet dat. Dus dan wordt de stad wordt eigenlijk een groot technisch systeem, wat op een gegeven moment besluiten gaat nemen voor ons, zodat het leidt tot die comfortabele, veilige stad. Maar willen we wel zo'n city als hel, eigenlijk als computer die dat allemaal voor ons regelt? En het gaat natuurlijk daar wel snel naartoe met die zelfrijdende auto's, waar ook morele keuze in zit. Als een zelfrijdende auto moet kiezen van of als hij een botsing krijgt, of hij moet kiezen van of de bestuurder van de auto gaat eraan of de bestuurder van de andere auto. Nou, dat is toch een hele interessante vraag die dan door dat algoritme wordt bepaald. Dus dat zijn eigenlijk de morele keuzes waar we in de toekomst tegenaan gaan lopen. Nou, allerlei doemscenario's. Toch ben ik uiteindelijk niet een echte doemdenker. Een echte doemdenker die zou het hierbij bij laten. Ik geloof daarentegen wel. Ik geloof echt in de productieve kracht van menselijke politiek, dus van betrokkenheid. Ik denk dat het ons in de afgelopen eeuwen echt is gelukt om een heel mooi soort instituties te creëren, een mooi soort samenleving te maken, waar op allerlei manieren rekening wordt gehouden met verschillen tussen mensen, met input van mensen, met betrokkenheid van mensen. Dus ik denk dat mogelijk is. Maar daarbij is het wel belangrijk dat we politiek niet zozeer wegzetten als iets wat in de weg staat of wat buiten beeld moet verdwijnen. Maar het gaat heel erg om het conceptualiseren van technologie, van politiek als belangrijke scheppende kracht. En dit hier is Langdon Winner, een bekende technologiefilosoof. En hij zegt dan, artifacts have politics. Dus technologieën hebben waarde in zich, zijn geen neutrale instrumenten, die hebben bepaalde waarden. En dat betekent ook dat we heel goed moeten nadenken over wat voor technologieën we willen creëren en hoe we daarmee om willen gaan. En dan gaat het dus echt om betrokkenheid van burgers. En niet zozeer alleen als klanten die systemen gaan gebruiken, maar burgers eigenlijk als actief meedenkende, citoyens noemen wij dan ook wel, mensen die meepraten, meespreken en die meedenken over wat voor een soort stad van de toekomst willen hebben. En dat betekent dus dat voor mij een smart city niet alleen gaat om het slim gebruik van sensoren, zoals we in de eerste lezing zaten, maar het gaat ook om slimme vormen van democratie. En dat betekent ook dat offline varianten, hier is een foto van een stadsgesprek in Utrecht, offline varianten waarbij burgers, en wat dat is ook heel mooi dat hier gewoon een grote groep mensen bij elkaar zit, fysiek om over dit onderwerp te praten, dat het heel belangrijk is dat burgers daadwerkelijk betrokken worden bij dit soort keuze. Dat er gesprekken worden gevoerd, dat mensen een keuze kunnen maken. Bijvoorbeeld in Utrecht is dat stadsgesprek over energie plaatsgevonden. De vraag was sterk van willen we veel windmolens in de stad, willen we zonnecellen in de stad, willen we op andere manieren omgaan met energie. Er was eerst een burgerinitiatief gericht op het bouwen van windmolens. Toen was er een tegenburgerinitiatief dat tegen windmolens was. Nou, dat leidde tot een soort padpositie. Toen heeft de wethouder gezegd, ja, maar ik wil toch dat we naar die klimaatneutrale stad gaan. We komen op deze manier niet uit. Ik ga 200 willekeurige burgers loten. Dat is gebaseerd op het denken van David van Rijbroek uit België. 200 willekeurige burgers loten. Die zitten dan 3 weekenden bij elkaar. Die worden gevoed met allerlei informatie. En die gaan op die manier een energieplan voor de stad opzetten. Nou, dat hebben ze gedaan. Dat is redelijk goed gelukt om een vrij brede vertegenwoordiging van burgers te krijgen. Het waren niet meer de usual suspects, zoals je vaak ziet bij burgerparticipatie. En er is een energieplan uitgekomen, wat uiteindelijk door de wethouder zo is overgenomen en ook door de gemeenteraad is geaccepteerd. Nou, ik denk dat soort democratische vernieuwingen, waarbij burgers niet alleen wordt gevraagd naar hun preferentie, niet alleen als klant wordt gezien, maar als actief meedenkende subject mede kan bepalen wat de stad van de toekomst is, dat wordt eigenlijk cruciaal voor de slimme stad. Ik wou het hier even bij laten. Ik heb eventueel nog wat vragen over aan Laurens, maar misschien kan die daarna kunnen die in discussie aan bod komen. Ja. Ja, die vragen kunnen we zo meteen in de discussie aan bod laten komen. Ik heb dat boek van Dave Eggers trouwens ook gelezen. En
daarin, de hoofdpersoon is een vrouw, die is op een gegeven moment, loopt zij rond 24 uur per dag met een cameraatje om. Ja. En er gebeuren nog meer extreme dingen over dat helemaal transparant gaan. Wat mij daarin opviel is dat zij daar op bijna op geen enkele manier kritisch tegenover stond. Net alsof het door iedereen geaccepteerd werd en niemand stelde daar vragen over. Is dat ook iets waarvan u denkt, nou ja, daar moeten we voor waken, dat we niet ineens in zo'n situatie, dat dat ons leven binnensluipt, al die technologie en alle verwachtingen die andere mensen daarbij hebben? Dat denk ik zeker. Ja, tenminste, ja. Dat was ook mijn boodschap. En het is daar nog redelijk abstract, maar ja, wat ik zei, je kunt die vertaling ook maken naar energieverbruik of aantal, kilometers dat iemand heeft gevlogen. Kijk, het kan best zijn dat er op een gegeven moment wordt gedacht van, ja, we maken dat soort dingen transparant, want dat leidt uiteindelijk tot wenselijker gedrag. Maar dat is heel erg de vraag, welke middelen wil je gebruiken om wenselijk gedrag af te dwingen? En je ziet natuurlijk in dat boek, is er één iemand, een oude vriend van de hoofdpersoon, die zich daartegen verzet. Maar die wordt uiteindelijk door iedereen achtervolgd, omdat ze toch echt niet vinden kunnen dat hij niet volledig transparant is. En die komt dan om bij een auto-ongeluk. Dus inderdaad bestaat het verzet wel, maar loopt het daarmee slecht af? Ja. Ik wil u ook even vragen, samen met Laurens Siebert, om alvast plaats te nemen, want dan ga ik nog even naar de zaal. Nu u dit zo gehoord heeft, deze twee lezingen, wie denkt van, nou, ik zie dat eigenlijk wel zitten, die slimme stad. Het kan me niet snel genoeg komen. En als ik me kan inschrijven, dan koop ik een huis in Brandenvoort over 10 jaar. Ik heb een lijst. We kunnen inschrijven. Hoe hoog schat u de extra kosten in van al die technologie die daar dan bij te pas komt? Per woning, is daar iets ja. over te zeggen? Daar heb ik daar hebben wij een grove schatting gemaakt. Als u mij gaat vragen om die schatting volledig te specificeren, dan moet ik u daar het antwoord op schuldig blijven. Maar wij schatten dat in op een bedrag van tussen de 10.000 en 20.000 euro per woning. Wat voor een gedeelte vanuit het feit dat het een living lab zal zijn, uit gemeenschapsgeld gefinancierd zal moeten worden. Daar zijn wij nu druk mee bezig tot en met de Europese Commissie. En voor een gedeelte zal dat dus uit een marktstudie blijken of wij denken dat mensen bereid zijn om een stukje van dat bedrag meer te betalen voor hun woning, om in ruil daarvoor ook meer comfort te hebben, maar op een aantal punten ook een terugverdienmoment te hebben. Want een aantal zaken die je in een woning bijvoorbeeld op het gebied van energetica doet, die kunnen ervoor zorgen dat je dat extra stukje prijs in een x-aantal jaren terugverdient. En er dan zelfs op gaat inverdienen. Dat is het antwoord dat is het meest gerichte antwoord wat ik u op dit moment kan geven. Oké. Meer reacties, ja. Het scenario wat geschetst wordt in de Circle is natuurlijk een doemscenario, maar je ziet hoe makkelijk mensen bereid zijn om met hun privacy te betalen voor alle diensten die ze krijgen van de bedrijven. Dus wellicht dat doemscenario vrij realistisch wordt. Ziet u een kantelpunt komen of een moment waarop het bewustzijn toch komt? En wat zou dat kunnen betekenen? Of gaat het zo verder? Ik heel eerlijk gezegd zie ik het kantelpunt nog niet. Ik zie wel dat het bewustzijn daarover aan het toenemen is. Maar nee, ik zie dat nog niet kantelen. Ik kan er nog wel iets anders over zeggen. Ik denk ook dat je, en dat is meer vertaald naar de publieke sector. Wat je hierbij ook ziet is dat het leidt tot een soort dichotome burgerperceptie. In de zin van je hebt de goede en de slechte burgers. Het idee ook zit natuurlijk heel sterk in van als je niks te verbergen hebt, waarom zou je dan niet transparant zijn? Dus het idee is, dat zit ook in dat secret is lies. Ik heb zelf ook vrij veel gekeken naar veiligheidsbeleid. Hè. Kijken hoe we omgaan met veiligheid. En wat je daar toch wel aan ziet is dat een aantal jaar geleden was meer het idee van je hebt jongeren die vervelende dingen meemaken in
verkeerde omgeving opgroeien, verkeerde vrienden hebben. Nou, dan doen ze uiteindelijk een tijd een aantal verschillende dingen. Nou, dat kan je eigen zoon zijn of je neef of je buurjongen. Nou, we moeten alles doen om de jongen weer op het rechte pad te helpen en dan komt het uiteindelijk wel goed. Terwijl nu toch veel meer het idee is van ja, je hebt die jongeren, we moeten ze via data zo snel mogelijk moeten in kaart brengen. Wie die verkeerde jongeren zijn, zodat we er extra inspanning op hebben. We hebben top 500 van de top 500 criminelen. En die jongeren, die zijn al heel snel, zijn dat zij. Dat zijn is niet meer jouw zoon of je buurjongen, maar dat zijn mensen die helemaal buiten je staan. Dus je krijgt een soort dichotome opvatting van de goede en de slechte burger. En dat zie je ook in die WhatsApp-groepen, waar heel sterke concepties van wij burgers houden met elkaar de wijk veilig tegen hen. En dat zijn degenen die ons willen bedreigen. En je zag dat pas naar voren komen met die foto van de Rotterdamse politie die naar buiten werd gebracht van die jonge jochies. Ik weet niet of je hem gezien hebt, maar van zie je van die kinderen zijn uiteindelijk met van die hoodies op. Die ziet ze van de achterkant. Die hadden dan waren gepakt als fietsendieven. Dat werd dan getoond. Maar de discussie erover was, sluit toch heel erg het beeld is heel erg. Dat zijn jongeren met een migrantenachtergrond. Want dat zie je typisch in die hoodies en hoe ze gekleed zijn. En dat zijn degenen die onze fietsen jatten. Dus het gevaarlijke vind ik dat die transparantie ook gepaard gaat met een soort plat mensbeeld, zeg maar, waar heel weinig ruimte is voor de diversiteit en het zoeken van verbinding. Dus en daar ben ik inderdaad, daar ben ik wel nog vrij pessimistisch over, ja, dat klopt. Dus vrij veel hokjes denken dus en weinig relativeren en alles wordt eigenlijk gevat in data. Ja. Een vraag. Ja, ik had een vraag over. Ik heb ook het boek gelezen en ik had eigenlijk meteen daarna de behoefte om al mijn online activiteiten te anonimiseren. Dus mijn vraag was eigenlijk: kun je ook uit zo'n digitale omgeving stappen? Kan ik mezelf in een smart city alsnog anoniem maken omdat ik niet mee wil doen of omdat ik niet zichtbaar wil zijn of buiten de grid of off-grid wil zijn? Ja. Of wordt dat, zeg maar, zodra ik geen telefoon heb, dan ben ik misschien off-grid. Maar zijn er manieren om het toch, als je inderdaad uiteindelijk toch bewust bent, daaraan te ontsnappen? Of is het gewoon onontkoombaar? Word je opgeslokt? Ja, er is pas een uitzending van Tegenlicht geweest, Off the Grid. Dat zou leuk zijn om die te kijken. En dan zie je inderdaad mensen die poging doen om off the grid te zijn. Het wordt, en je hebt ook, wat ik ook laatst. Nee, maar die kun je gewoon op internet vinden. Maar dan wordt wel gezien dat jij die kijkt. Ja, dat is het risico. Dus het is in die zin is en je hebt ook bepaalde technieken. Ik zag laatst van de Bits of Freedom die dan training aan het geven waren hoe je anoniem kunt begeven op het net. Dus er zijn bepaalde zones, bepaalde technieken die je kunt toepassen. Ja, aan de andere kant maak je het leven daarbij niet eenvoudiger. Het is natuurlijk steeds meer is erop gericht dat je wel on the grid bent om gebruik te kunnen maken van allerlei services, om allerlei dingen te kunnen doen. Wat laatst iemand tegen mij zei, dat vond ik eigenlijk wel, ik zeg dat ik daar zelfs niet eens over nadacht, jullie vast misschien wel, maar dat als je een e-reader hebt, dan denk je dat je een boek leest, maar eigenlijk leest dat boek jou. Want die e-reader die houdt precies bij welke pagina je hoe lang kijkt, wanneer je omslaat, wanneer je stopt. Dus die e-reader die genereert data over jou, terwijl jij denkt dat je het boek aan het lezen bent. En dat is toch wel een beetje het beeld waar we naartoe moeten gaan. Je datapatronen die zitten in alle activiteiten. Daarom spreek ik ook over de datapolis. We gaan naar een stad toe waar de burger op allerlei manieren continu wordt gedataficeerd. En dat wordt door bedrijven gebruikt, dat wordt door overheden gebruikt en misschien door andere burgers. En daar aan ontsnappen is, nou ja, dat is dat dystopische beeld. Dat is gewoon aan de ene kant lastig, maar het zal ook in toenemende mate verdacht worden. Maar als dat die e-reader mij leest en bijhoudt op welke pagina, hoe lang ik over een pagina doe of waar ik gebleven ben. Ja, als argeloze burger zou ik denken, nou ja, wat is dat nou voor belangrijke informatie over mij? Ja, maar dan allerlei. Kijk, wat er natuurlijk gebeurt bij die big data, is dat er allerlei verschillende informatie met elkaar wordt gecombineerd. Wat ze nu zeggen is dat je met zeven verschillende datasets kun je iemand al uniek identificeren. Dus ze kunnen straks op een gegeven moment, als ze
bijvoorbeeld weten hoe jij, boeken leest. En ze hebben dat op een gegeven moment gekoppeld. Dan kun je als, op het moment dat je anoniem een boek wil lezen, dan word je alweer geïdentificeerd omdat ze jouw leespatroon herkennen. En daarbij komt ook dat ze op een gegeven moment voorspellingen kunnen maken. Van, nou ja, als jij bepaalde boeken leest, dan leidt dat tot verdachte uitingen. En daar hoort bij natuurlijk, en dat past erbij bij die vragen discussie eerder, ja, er wordt een soort onderscheid gemaakt tussen de brave burger en de niet-brave burger. Terwijl ja, wij gewoon uit de sociale wetenschap weten, zijn vaak ook de niet-brave burgers. Of het nou bij de Amerikaanse revolutie was, of de Franse revolutie, of krakersrellen. Het zijn natuurlijk ook niet-brave burgers die een hele belangrijke rol spelen in het proces van maatschappelijke verandering. Wat Morozov zegt, vond ik echt wel een heel mooi beeld. Die heeft dan over Rosa Parks, dus die vrouw die in de Verenigde Staten in een deel van de bus ging zitten wat alleen voor witte mensen bedoeld was. Die toen op moest staan omdat zij daar niet mocht zitten. Nou, er is een rechtszaak geworden en dat heeft een hele belangrijke rol gespeeld in de zwarte burgerbeweging in het zuiden van de VS. Morozov die zegt van ja, in deze tijd zouden we geen Rosa Parks meer hebben, want we zouden zo die systeem hebben ingericht dat ze helemaal niet zou kunnen gaan zitten op een plek die voor witte mensen bedoeld is. Dus criminaliteit wordt uit het systeem gedesigned, waardoor de veranderingskracht ook uit de samenleving verdwijnt. Oké. Meer vragen? Ik ga even... Oh, ja. Ja, ik heb een vraag over de methodiek waarmee Brandevoort wordt ontwikkeld. In samenhang met wat professor Meijer heeft gezegd over de risico's. U zei ook dat het vooral ging om het experimenteren met de technologie en dat privacy enzovoort wel belangrijk is. Maar primaat ligt echt bij het experimenteren met die technologie. De burgers wordt er dan bij betrokken. Maar wat ik me afvraag, omdat het om zulke grote risico's en problematieken gaat, moet je dat niet van tevoren al in je Living Lab methodiek inbouwen? Dat bijvoorbeeld die vijf risico's in stadsgesprekachtige vormen continu worden meegenomen, samen met de mogelijkheden die techniek biedt, in plaats van mensen zeg maar lekker maken zonder dat die risico's worden meegenomen. En dan komt het als een afterthought nog wel een keer erbij, hoop je dan. Moet dat niet veel meer in balans worden gebracht in die Living Lab methodiek? Twee dingen, dank u wel voor de vraag. Ik herken me niet helemaal in de samenvatting die u gaf van hetgeen ik aan accenten weergaf. Dus mocht dat bij iedereen zo over zijn gekomen, dan is dat niet mijn bedoeling geweest. Juist datgene wat u vertelt, juist zorgen dat je dat op een verantwoorde manier doet, is nou net de onderzoeksopgave waar wij de komende maanden een aanzet mee willen maken. En ja, vanuit de technische universiteit zijn natuurlijk onze technische expertisegebieden van groot belang. Maar juist de samenwerking die wij zoeken met alle stakeholders om te zorgen dat we integraal iets slims neerzetten, waarbij we ook rekening houden met alle onderwerpen die in de maatschappij leven, dat is nou net de opgave waarbij ik ook kan zeggen dat een kennisinstelling geen mening heeft over de maatschappelijke onderwerpen. Dus op het moment dat een maatschappelijk onderwerp ertoe leidt dat je bepaalde keuzes wel of niet maakt, dan kan dat betekenen dat wij accenten verleggen, omdat we bij het introduceren van een technologie ergens stuk lopen. Dan wel hem aanpassen om te zorgen dat we iets introduceren wat wel past bij de vraag van de markt. Dus juist dat Living Lab gebruiken wij om uit te testen, en niet alleen maar technologisch uit te testen, maar ook uit te testen in de maatschappij, hoe zaken vallen, daar weer je lering uit te trekken om te zorgen dat je uiteindelijk datgene introduceert waar de maatschappij wat aan heeft. Oké. Volgens mij was hier nog een vraag. Was hier nog een vraag? Ja? Ik heb de ingenieur thuis. De hoofdredacteur die had laatst een pleidooi over dat ook technische studies veel meer moeten doen aan ethiek. Dus dat er ook een vak ethiek moet komen, zodat ook techneuten, zeker in een maatschappij die heel technology push-oriented is, ook veel beter afgewogen keuzes kunnen maken over de gevolgen van de technieken die ze ontwerpen. Eigenlijk wat u ook zei, techniek heeft ook een waarde. En waarom kies je voor het een of het ander? En dat het toch ook wel vanuit de Technische Universiteit die waardevorming erin zit. Dus toch een mening hebt over die zaken, denk ik dan. Nou, een mening hebben, dat is... Kijk, iedereen heeft wel een mening. De vraag is in hoeverre je die mening mee gaat nemen in datgene wat je doet in je professionele werkveld. Maar je kunt er denk ik nooit helemaal aan ontkomen. Wat ik wel kan zeggen is dat ik het in de eerste aanleg helemaal met u eens ben. Waarbij ik dan ook aangeef, ik ben zelf een financieel bedrijfskundige. Ik ben geen alumnus van de Technische Universiteit. Dus in die zin zou ik het alleen maar willen onderstrepen. Wij maken gebruik van de kennis die wij niet hebben,
door de samenwerking met andere partijen in deze wijk. Maar daarnaast, als we het dan hebben over de universiteit zelf, hebben wij onlangs een Human Technology Interaction Center juist geopend om ook deze onderwerpen en ook de bridging, de brug tussen techniek en de mens, om die centraal te stellen. Dus daar wordt op dit moment heel sterk over nagedacht en die wordt ook echt ingevuld. Dat is een apart center wat wij onlangs hebben geopend. Het is een heel belangrijk onderwerp en ik ben dat helemaal met u eens. Ik had een vraag voor u. Als je het hebt over Smart City, heb je het dan over de perfecte omgeving om te wonen? Met andere woorden, als je daar gaat wonen, word je dan misschien een beetje luie burger en ga je niet meer zelf nadenken omdat er voor jou wordt nagedacht? Nou, ik denk dat dat, als dat zo zou zijn, dan denk ik dat we ook een statische stad zouden maken. Op het moment dat je een... Kijk, de winnaars van morgen zijn, dat is al sinds Darwin zo, het zijn niet de slimste mensen en de sterkste mensen, maar degene die zich het beste kunnen aanpassen aan veranderingen. Dus op het moment dat je in een gebied woont, in een smart city woont, is natuurlijk wel de bedoeling dat die slimme stad zich blijft ontwikkelen. En daar waar je dus nieuwe dingen introduceert, zul je ook feedbackmomenten, evaluatiemomenten moeten hebben op datgene wat je doet. Maar daarnaast ook nieuwe technologieën die buiten die wijk weer worden ontwikkeld. Daar zul je ruimte voor moeten scheppen. En dat is het onderwerp waar straks uit de zaal een vraag over kwam. Wat zo ongelooflijk belangrijk is om daar in een wijk die op een gegeven moment qua wijk af is, toch de ruimte fysiek, maar daarnaast ook, laten we zeggen, in het overleg en in de structuur in te bedden, zodat je ook een slimme wijk kunt blijven. Dus hoe kun je zorgen dat je over 20 jaar... Kijk, we hebben allemaal de beelden van bijvoorbeeld... Je kunt vaak op een topografisch kaartje, kun je vaak bij een wijk al zien, oh, dat is een wijk met een structuur uit de jaren 70 of 80. Daar hebben we allemaal wel een beeld bij. Nou, als wij straks een wijk hebben waarbij we op stedenbouwkundig niveau al kunnen zeggen over 30 jaar, oh, dat was die slimme wijk van toen. En dan hebben we er daar een paar van en daar een paar van. En dat was toen een voorloper en nu niet meer. Dan hebben we het niet goed gedaan. Dus ik denk, lui absoluut niet. Ik denk dat het juist de bedoeling is om datgene wat we kunnen, dat is een statisch moment. Technologie ontwikkelt zich. Dat betekent dat wat vandaag convenient is voor mensen, dat zal morgen dat niet meer zijn. Alhoewel het soms lastig is om je dat voor te stellen. Toen ik mijn eerste auto kocht, dacht ik, nou, comfortabeler bestaat niet. Maar ja, u kan de rest van het verhaal wel invullen. Dus dat betreft, ik denk dat het juist gaat om de lerende stad. Om het dan zomaar te zeggen. Ja, daar nog één vraag. Even wat info voordat ik mijn vraag ga stellen. Ik studeer nu architectuur en ik ben nu een thesis aan het schrijven over stedenbouw en een psychologie daarvan, hoe dat werkt en hoe die mensen gaan samenleven allemaal. En we hadden onderzoek gedaan vanuit de probleemstelling en dat is dan dat we op dit moment met 7,2 miljard mensen leven en over 40 jaar met 10 miljard volgens de United Nations. Dus we stijgen met 40% qua mensen en die verstedelijking trekt aan. Hoe krijg je dan in smart cities dan dat gepaard gaat met de enorme groei van steden? Sorry, ik verstond... De smart cities die worden gemaakt, die worden allemaal gemaakt van hoe dat goed is voor de mens. Maar hoe gaat dat dan gepaard met de enorme groei die de stad gaat maken en de uitbreiding ervan? Ja, ik kan daar wel iets over zeggen. Mijn buurman wellicht ook. Ik zal een voorzet doen. Ik denk dat je nog grotere steden krijgt, maar je krijgt ook steden die nog niet de omvang hebben van de hele grote steden nu. Hè, de mid-size cities, daar zie je ook alweer consortia ontstaan van karakteristieken daarvan en hoe die omgaan met hun groei. Dus, maar ook de hele grote steden zullen verder groeien. En je zult de problematieken die dat met zich meebrengt, die zul je in verschillende lagen terugzien. Je zult een aantal dingen op niveau van die stad gaan regelen. En een aantal dingen zul je ook in subdistricten gaan regelen. Dat is een beetje het beeld wat ik heb. En dat is ook hoe je ziet dat slimme wijken zich nu ontwikkelen. En ik wil niet zeggen dat betekent dat dus de steden zich zo ook gaan ontwikkelen. Maar bij slimme wijken kun je vaak kijken van hoe ga je een wijk nou inbedden? Hoe kun je zorgen dat die goed
zeg maar aansluit bij, een, bij, bij, bij de rest van het stedelijk gebied, maar in zichzelf wel zich kan blijven ontwikkelen. En dat, dat kan dus voor een deel in de samenhang met de rest zijn, maar dat kan ook voor een deel zijn op gebiedsniveau zelf. Doordat je bijvoorbeeld je tot taak stelt om een bepaalde teruglevering van energie te doen op wijkniveau naar daarbuiten toe. He, dus je zult, kunt een aantal taakstellingen doen die je met elkaar als, als wijk zou kunnen formuleren. Dus ik denk dat je wat meer subgroepen zult krijgen. En welke exacte problematieken de hele grote steden er extra bovenop krijgen, ja, dat zal waarschijnlijk een optelsom zijn van de problematieken die we nu hebben, maar dan nog een graadje meer. En het mooie is op het moment dat wij met de ontwikkelingen die we doen op basis van alle zeg maar wetenschap die we hebben, dus niet alleen techniek, maar ook zeker social sciences, om te kijken of dat wij misschien ook door een stijging van het aantal mensen, of ondanks de stijging van het aantal mensen, een aantal problematieken misschien zelfs heel goed kunnen inperken. En de toekomst zal uitwijzen op welke punten dat wel zo is en op welke punten we dus grotere problemen tegemoet moeten zien. Nee, en ik denk ook heel veel van die slimme smart city projects die gaan juist over deze opgave. Je ziet eigenlijk ook al in Nederland gebeuren dat steden zoals Utrecht en Amsterdam zijn nog sterk aan het groeien, maar die breiden zich niet meer uit in oppervlak. Dus die worden steeds geconcentreerder, zeg maar. En wat je bijvoorbeeld bij ons in de wijk ziet gebeuren, we wonen vlakbij de grote Rabobankgebouw in Utrecht. Nou, dan zie je dat daar eerst het idee was, de weg moet sterk verbreed worden die naar de Rabobank toe gaat. Want op spits, als al die Rabobankmedewerkers naar huis gaan, dan is daar een enorm brede weg nodig, zodat er geen file ontstaat. Terwijl nu zie je gewoon dat mensen dan op een computer kunnen zien van als ik nu wegga, hoe lang doe ik er dan over om naar huis te gaan? Zodat je dat mensen slimmere keuze kunnen maken en die piekbelasting zich uitspreidt. En ook het Sensor City Assen verhaal is natuurlijk een verhaal over hoe je beschikbare capaciteit beter kan verbeteren. Dus ik denk juist dat juist een aantal van die oplossingen heel erg gericht zijn op het beter gebruiken van de capaciteit. Bijvoorbeeld nog eens de A27 dan bij Utrecht die langs Amelisweert loopt, die zou dan verbreed moeten worden omdat daar allerlei files zijn. En de verwachting is geloof ik sowieso dat dat maar een probleem is voor iets van 5 jaar, want daarna heb je zoveel zelfrijden of zwermen van auto's dat de capaciteit van het wegennet veel beter bereikt kan worden. Dus het is eigenlijk onzin om die te verbreden, juist omdat de capaciteit die daar is veel beter gebruikt kan worden. En je ziet dat parallel ook gaan met allerlei dingen over groene daken, waardoor die steden minder opwarmen en toch ook voedsel kunnen produceren. Dus het gaat niet alleen om de informatietechnologie, maar een geheel van ontwikkelingen waardoor eigenlijk slimmer mee om kan worden gegaan. Dus ik heb al een aantal risico's genoemd en die zie ik ook, maar ik zie ook wel degelijk een aantal hele grote kansen om juist slimmer met die ruimte om te gaan. Zoeken naar meer vormen van meervoudige ruimtegebruik. Waardoor je juist eigenlijk met die opgave van die groeiende steden goed om kan gaan. Dus ik denk dat er wel grote mogelijkheden liggen. Maar dan gaat, daar heeft Laurens het ook een aantal dingen over gezet. Het gaat wel gepaard, denk ik, met eigenaarschap. We hebben eerder een discussie in Utrecht, waar ze dan zo'n film lieten zien over slimme steden in China. Ja, en daar gaat het toch wel heel erg gepaard met wat ik dan heb genoemd de slim voor de burger. Een burger die heeft daar helemaal niks over te zeggen. Er worden geweldige grote flatgebouwen neergezet, omdat dat ecologisch gezien het meest verstandig is. Er was ook zo'n Finse architect die dat heel leuk vond om daar met Chinezen te werken. Want daar kreeg je tenminste iets gedaan. Want hier had je al die stroperigheid en burgers die een inspraak wilden doen en wetgeving die het lastig maakte. Ja, dat vind ik ook wel een soort schrikbeeld van de slimme stad. Weet je? De slimme stad, de Chinese style, dat is echt voor de burger. En dan op een manier bepaald vanuit Beijing. Dus dat is een beetje de discussie die nu gaande is. Zullen we nog even naar uw sheet gaan met een aantal vragen aan de heer Schiebert? En dan zou u er één uit willen pikken waarvan u zegt, nou, dat vind ik een belangrijke vraag die ik nog wel even wil stellen aan de heer Schiebert. Nou, ik zou punten 4 en 6 misschien toch nog wel mee willen geven. En dat sluit denk ik goed aan bij een aantal dingen die jij zelf hebt genoemd. Hè. Je noemde net het punt van de lerende stad. Het gaat nu wel over nadenken hoe een aantal burgers betrokken kunnen worden bij
bij het ontwerp van de stad. Maar wat ik me afvraag, ben benieuwd of daar over nagedacht, of die burgers ook daadwerkelijk deel van het experiment kunnen worden. En welke vorm dat dan zou krijgen. Ingenieurs vinden dat soms lastig, hè, omdat ze dan met leken moeten werken. Maar je hebt aan de andere kant allerlei ontwikkelingen in de participatory technology design, hè, waar technologie wordt ontworpen samen met burgers. En gekoppeld ook aan de vraag van, ja, wie gaat al die datapatronen nou eigenlijk interpreteren? Er worden allerlei data verzameld over rijgedrag, over verwarming van huis, over elektriciteit. Dus ik denk dat het eigenaarschap van burgers niet alleen te maken heeft met het betrokkenheid bij het ontwerp van de stad, maar dat je eigenlijk de stad zo zou moeten ontwerpen dat die burgers het sociale ontwerp verbonden is aan het technologisch ontwerp, wat wij noemen socio-technical design, waarbij het eigenaarschap van de burgers, de betrokkenheid bij het interpreteren van data, betrokkenheid bij het verder doorontwikkelen, de vraag van wat wij ook wel smart urbanisme noemen, niet de slimme stad, maar de stad die zich steeds blijft vernieuwen. Ik ben benieuwd of daar al over nagedacht, hoe jullie erover nadenken. Dankjewel. Het mooie van wat je zegt is dat je daar in feite ook al een aanzet geeft voor hoe je dat zou kunnen oplossen. Ja. En juist deze vraagstukken nemen wij mee in de manier waarop wij om willen gaan met de zorgvuldigheid van handelen, die aan de ene kant dus te maken heeft met dat je moet definiëren hoe ga je om met eigenaarschap van informatie. Daar hebben wij het antwoord nog niet op, omdat wij in deze fase ook nog niet alle stakeholders aan boord hebben. We hebben er expres voor gezorgd dat we in deze fase industrie en MKB nog niet aan tafel hebben, omdat je dan andere krachtenvelden krijgt dan het hoofdproces wat we nu eerst moeten inrichten. Overigens is dat een keuze waar je ook heel veel pro's en cons voor zou kunnen verzinnen. Maar goed, we hebben die keuze gemaakt. Dus we zullen straks, als alle stakeholders aan boord zijn, zullen wij heel duidelijk met dit onderwerp in de hand moeten gaan kijken, wat is nou afgewogen een goede beslissing? En ja, daar zijn natuurlijk meerdere wegen naar Rome en meerdere oplossingen. Maar in ieder geval is het zo dat we dan met alle partijen aan tafel zitten om zoveel mogelijk met die partijen een afgewogen keuze te maken. Dat is in ieder geval een beslissing die wij al wel genomen hebben. En hoe die dan uiteindelijk geïnterpreteerd wordt, dat zal dus blijken uit de keuzes die daar gemaakt gaan worden. Wat ik wel belangrijk vind als het dan gaat om eigenaarschap van data, is, ik geef daar een voorbeeld bij. Wat je nu ziet is dat mensen zich heel sterk afvragen, wat gebeurt er met mijn gegevens aan de ene kant? Op andere momenten, laten we zeggen de andere 23 uur per dag, doen heel veel mensen dat niet. Want ik denk dat hier iedereen zijn Bluetooth en zijn wifi heeft aanstaan. En dat heel weinig mensen zich ervan bewust zijn wat daar op dit moment allemaal mee kan gebeuren. En wat er gebeurt als je op internet surft. Ik hoor wel eens mensen zeggen van ja, maar dan zet je je Bluetooth uit. En dat is allemaal heel leuk, maar in het handelen in deze wereld is het nu eenmaal zo dat je er bijna niet aan ontkomt dat een aantal dingen gewoon getracked en getraced kan worden. Voor een groot deel zijn mensen zich daar of niet van bewust, of ze klikken op akkoord als er een mooi nieuw appje moet worden geïnstalleerd, waarbij ze er ook voor kiezen dat een aantal data gewoon een kant op gaan waar ze misschien, als ze het goed zouden lezen, van zouden denken, nou, dat wil ik niet. Maar dan is de convenience van de app dus belangrijker dan uiteindelijk de privacy op dat moment. Dus dit soort dingen zien wij nu. Daar waar, als ik dan even ga kijken naar de verbrandingsmotor, even een paar decennia terug, en natuurlijk bestaat die nu nog, maar hij zit wel in zijn eindfase. Decennia lang wist iedereen dat de uitstoot van uitlaatgassen toch niet zo best was voor het milieu. Maar hoorde je daar eigenlijk een aantal mensen wel over, maar alles ging lekker door omdat er geen andere oplossingen waren. Er wordt ontzettend veel uitgestoten. Er wordt heel erg veel gewoon geaccepteerd. En daarnaast lopen er ook bewegingen die het daar niet mee eens zijn, maar die hebben er niet toe kunnen leiden dat voor het einde van, laten we dan zeggen, de fossiele brandstoffen, er ook andere alternatieven komen. Die worden grotendeels gedreven ook door het feit dat het niet anders kan, omdat er op een gegeven moment een situatie van schaarste gaat ontstaan. Dat betekent dat wij nu met problematieken in aanraking komen die onder andere te maken hebben met privacy. En ik denk dat je dan altijd bewegingen krijgt waaraan je aan de ene kant
misschien wel eens beangstigd worden door wat kan men met mijn data doen. En ik zal zelf niet in de laatste plaats iemand zijn die zich dat wel zelf vraagt en aan de andere kant gewoon zijn wifi aan heeft staan en zijn bluetooth heeft aanstaan. Dus ik ben net zo goed subject van het hele verhaal als heel veel mensen en waarschijnlijk ook een aantal van u. En juist om die reden is het goed om niet alleen vanuit de technologie, maar juist met alle stakeholders, maar ook aan de kant van de kennis en wetenschap die er wat meer aan de social sciences is, samen aan tafel te gaan zitten om te kijken of je met de mensen die het gaan gebruiken en die het straks betreft, om daar de juiste formats voor te kiezen. En dat is een van de onderdelen die wij gaan gebruiken bij de ontwikkeling van die wijk. Dus wij proberen daar zeer zorgvuldig mee om te gaan, ongeacht welke oplossing daar straks uitkomt. Ja. Nee, dat klinkt hartstikke goed en waardevol. Ja, ik zat zelf, waar ik zelf alleen aan dacht is, in hoeverre is dat deel van de ontwerpmethode? Hè? Want je hebt natuurlijk meer het klassieke ontwerp waarbij, we hadden net al het blad over de ingenieur, waar het toch veel meer uitgaat van de ingenieur die op basis van de technische analyse, gevoed ook door allerlei signalen van gebruikers, tot een ontwerp overgaat. Een heel concreet voorbeeld, wat een collega van mij doet, die is dan een ander onderwerp bezig met sociaal ondernemerschap. Maar die is dan met sociaal ondernemerschap bezig in de wijk Overvecht, wat een iets mindere wijk in Utrecht is. En die heeft ook echt mensen uit die wijk die meedoen in die cursus. En die zijn niet ingeschreven bij de universiteit, maar die krijgen na afloop krijgen ze wel een certificaat. Die nemen ook deel aan alle bijeenkomsten. Dus die zijn geen mensen die geïnterviewd worden en bestudeerd worden en waar dan iets over wordt geschreven in eindverslagen van studenten. Maar dat zijn mensen die daadwerkelijk meehandelen in dat onderwijs en mede vormgeven aan het onderwijs. En weet ik nog niet helemaal hoe jullie dat gaan doen. Van in hoeverre is het serieus nemen van mensen iets wat meer een kwestie is van focusgroep houden, wensen inventariseren, dat meenemen in de ontwerpeisen. Of in hoeverre betekent het echt dat mensen mede-ontwerper zijn en dat ze samen niet alleen een bron van informatie zijn voor de ingenieurs, maar een partner van de ingenieurs. En dat is een beetje de interessante wisseling die je nu ziet plaatsvinden. Dat is dat idee ook van participatory design, wat heel lastig is en ook allerlei vragen oproept. Maar wat volgens mij echt wel een belangrijke component van dat smartness zou kunnen worden. Wij hebben hem, wij noemen hem vaak de Inclusive Society. Proberen wij dus juist rekening mee te houden. In de eerste plaats omdat we denken dat je dan de juiste keuzes maakt voor het moment waarop je staat. Maar aan de andere kant om er ook voor te zorgen dat je draagvlak blijft houden voor de ontwikkeling van een gebied wat niet alleen maar vernieuwend blijft, maar ook aantrekkelijk blijft. Want op het moment dat je niet iedereen in dat gebied serieus meeneemt, dus het niet alleen maar laat ondergaan, maar ook serieus meeneemt en actief laat participeren daar waar partijen dat willen. Je hebt ook mensen die dat niet willen. Nou, dat moet je ook gewoon kunnen respecteren. Maar daar waar mensen dat willen, is het juist in je eigen belang om ze mee te nemen. En dus ook al in de ontwerpfase. Als laatste vraag wilde ik eigenlijk nog stellen. Vindt u dat het debat over de gevolgen of de consequenties van de nieuwe technologie en de opkomende slimme stad, dat nu goed gevoerd wordt in de maatschappij? Of mist er nog wat aan? Gaat het te veel over privacy en zouden we ook die andere gevaren wat meer moeten benadrukken? Het is een beetje een leading question. Maar dat is inderdaad zo. Ik denk dat daar meer mogelijkheden zijn. Kijk, wat je aan de ene kant ziet is dat er volgens mij toch een... En ik vind het antwoord van Laurens heel mooi wat dat betreft, dat er echt wel wordt gezocht naar het verkleinen van de kloof tussen de burgers en de mensen die techniek ontwerpen. Wereldwijd zie je eerlijk gezegd dat die kloof toch nog steeds heel groot is. Hè. Ik heb net al iets gezegd over de commerciële belangen. Je ziet dat het toch heel sterk wordt gestuurd door bepaalde commerciële belangen. Vervolgens zie je ook soms dat het dat de discussie een beetje kan blijven hangen in privacy bezwaren. Wat ik belangrijk vind aan een Living Lab, bijvoorbeeld ook Living Lab Stratumzeind, is dat we ook die Living Labs niet gebruiken om niet alleen te leren over instrumentele vragen, maar dat we ook proberen te leren over wat we een wenselijk soort toekomst vinden. En dat lukt eerlijk gezegd, vind ik nog onvoldoende. Ik denk dat er daar meer stappen te maken zijn.
dat we niet zozeer zeggen van dit zijn de randvoorwaarden, maar wat voor een toekomst willen we gezamenlijk bouwen? En dan kunnen we leren van experimenten die op kleine schaal doen. Bijvoorbeeld wat ik bij het Living Lab Stratum zijn toch wel een heel belangrijke vraag vind, is eigenlijk, ik weet niet of mensen dat weten, maar het idee is dat met verschillende kleuren licht het gedrag van mensen wordt beïnvloed, zodat het uitgaansgebied veiliger wordt. En dat is dynamisch gebruik van het licht. Dus je merkt dat zelf eigenlijk niet zo. Hetzelfde als hier deze lichten van kleur zouden veranderen en dat ik dan automatisch het signaal zou krijgen van ik moet mijn zin gaan afronden. Dat soort technieken zie je dat dat daar naar wordt gezocht om zo dat te beïnvloeden. Ja, dat gaat wel ver. Ik denk dat we ook een discussie moeten hebben van misschien leidt dat tot een veiliger uitgaansgebied, misschien leidt dat minder tasjes roven, misschien leidt dat minder vechtpartijen. En toch gaan we het niet toepassen, want we willen een overheid niet zoveel macht geven. Ik moest enige tijd geleden in Amsterdam een lezing houden, dat heet dan de Van der Schie-lezing. Dat is ter nagedachtenis van de overval op de bevolkingsadministratie in Amsterdam. Die is toen in brand gestoken om daarmee moeilijker te maken om alle Joden in Amsterdam op te pakken. Dat is jammer genoeg maar heel gedeeltelijk geslaagd. Maar sindsdien houden zij elk jaar een lezing om aandacht te vragen dat technologische systemen die eigenlijk heel goed vanuit goede intenties ontworpen zijn en die eigenlijk heel nuttig lijken, zoals een bevolkingsadministratie, echt tot rampzalige gevolgen kunnen leiden. En ik vond het heel mooi dat ze dat in Amsterdam organiseerden en dat er ook ruimte was voor dat debat. Ik denk dat we dat ook zo dat soort eikpunten echt in de gaten moeten houden. En ja, tegelijkertijd moet dat ook niet een reden zijn om dan maar niks te doen, om geen enkele informatie vast te leggen, omdat die altijd misbruikt kan worden. Dus het gaat heel erg om het vormgeven van een maatschappelijk leerproces aan de hand van experimenten. En ik denk dat, bijvoorbeeld bij Stratum Zendt vind ik dat daar erg veel accent op het instrumentele ligt en veel minder op het normatieve leren. Ik denk dat we daar nog wel stappen in kunnen maken. Oké, dus we hebben nog voldoende stof voor een debat voor de komende jaren over dit onderwerp. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie verhaal. En ik wil de zaal heel erg bedanken voor jullie komst. En graag tot een volgende bijeenkomst bij KAST. En u kunt nog even een drankje drinken als u wil. Bedankt.